Kolonisten die kennis vanuit Atlantis naar Egypte gebracht hebben en dat die uh, ook die piramide gebouwd hebben. Richard Hoofst, hij maakte vele reizen naar India en Egypte, waar hij werd geraakt door de diepe wijsheid van de Oosterse esoterie, wat leidde tot een meer holistische kijk op het leven en op gezondheid. Na een diepe spirituele ervaring in de sarcofaag van de grote piramide in Gizeh... kon hij niet anders dan in de Egyptische wijsheid duiken. Daarom schreef hij dit jaar het boek Bezield leven op doktersrecept... waarin hij je leert het zelfhelende vermogen te activeren met inzichten uit het oude Egypte. Hier en nog over veel meer belangrijke onderwerpen spreekt hij uitgebreid in deze podcast. Ik verloor het bewustzijn, ik, ik, ik zakte de aarde in, ik zakte helemaal omlaag, ik, tegelijk dat ging ik omhoog. Ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurde, maar toen ik erbij kwam zat die hele kamer hier voor een film met mensen en die keken allemaal in de sarcofaag. Maar wat ons geleerd wordt, is eigenlijk een soort vermaakbare wereld hè, die ontzield is. Een soort, soort machinaal gebeuren. En als het dan niet perfect is, dan, dan is het eigenlijk uh, niet goed. Hè? Er zijn heel veel mensen die ervaring hebben met uh, overledenen. Dus als dieren waren overleden zijn, dat ze daar costume contacten mee hebben. Volgens mij kon je, kon je daar niet meer omheen dat dat, dat, dat er ooit heeft plaatsgevonden. Richard. Ja, hi. hoe gaat-ie? Prima. Ja? Ja. Even aankomen. Ja? Waar kom je vandaan eigenlijk? Den Bosch. Oh. Dat is een hele tocht achter de rug. Ja, toch wel? Met de trein en de tram. Ja, toch wel. Met het, ja, het trein en het trammetje, dat, uh, dan, dan dik die op een gegeven moment nog wel aan. Ja, ja. ja, 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 ja. De, grote de grote stad. De grote stad. Ben je echt een Brabanter? Ik ben uh, geboren in Den Bosch, maar ja. daarna uh, is het een beetje uh, op heel veel plaatsen uh, gewoond. En nu weer uh, terug in Den bos sinds uh, vier jaar. Ik vind, uh, ik, 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 ben, uh, ik ben in Zuid-Afrika opgegroeid, maar daarna heb ik dus ben ik ook in Brabant opgegroeid. Zuidwesthoek okay. dan wel meer, dus niet echt in Den bos, maar. Waar was het dan? In uh, Woensdrecht. Ken ik wel, ja? Bij Eindhoven toch? Nee, uh, Onderberg of Zoom. Tussen Antwerpen oh, en Zoom. Oké, okay, dat is meer. Uh... Echt helemaal tegen de het, het hoekie van. Bel je bent met tien uh, minuten in België, met vijf uh, minuten in Zeeland en uh, met vijf minuten in berg op Zoom. West-Brabant eigenlijk. Zuid-West-Brabant. Okay. Ja. Hoe was, <laughs> ja. <laughs> ja. was dat? Broch, um, ja, hoe was dat? Boch, man. Ja, terug. Eigenlijk ja? wel. Ja. Nou, doe ik er eer aan. Ook weer niet. Nee, ik ben. Ja, je bent, nee, ik, ik vind wel. Um, van Zuid-Afrika naar west West-Braam. Het was wel een grote, grote omslag. Van Kaapstad naar, uh, naar Woensrecht. Ja, dat was wel een grote omslag. Maar ja, Woensrecht, ik vind wel. Zeg maar, ik ben wel nu, door alles wat ik heb geleerd de afgelopen jaren, ben ik er wel achter gekomen dat. Um, en ik woon nu dan in, op de Linee-straat in Amsterdam. Dus uh, er, drukker dan dat wordt het, zeg maar niet. Dus ja, ik heb wel echt een cyclus meegemaakt van. Uh, Oké, okay. een Woensrecht opgroeien. me heel erg afkeren tegen het dorpse. <laughs> Oké. Okay. Ja, want ja? Dat, was, dat was. Ja, dat dat. Oh, dat wat een bijzonder. Ja. Sommige mensen vinden het juist prettig in zo'n dorp. Ja. Het was te klein voor jou. Ja, het was. Um, het was. Ja, het was te klein voor mij. Maar het was. Ja, was het alleen dat? Ik weet het niet. Ik, ik ging toen ook wel. Ik begaf me toen ook niet in de meest gezellige kringen, zeg maar. Want ik... wij hebben dat dan nu over dat ik uh, van mijn twaalfde tot mijn zeventiende of zo ongeveer Oké. Okay. En, um, en ja, die, dat dor die dorpse mentaliteit, als ik, toen, ik, toen ik op een gegeven moment ging studeren... Ik ging eerst in Breda wonen, toen ging ik in Utrecht wonen. Nou, toen opende er wel een wereld voor mij. Dat vond ik wel... Dat vond ik wel um, dat was voor mij wel echt wat anders dan het dorp. was ik echt blij. Dat was de energie. En mensen die, die er iets van probeerden te maken. En dan vrij snel ging ik ondernemen. En ging ik feestje organiseren en zo. Dus daar kreeg ik energie van. Dat vond ik heel erg leuk. Um, maar wat ik net zei, het zijn wel cycli of zo. Want nu, nu dan weer, met alles wat ik de afgelopen vier jaar heb meegemaakt. Nu wonen we op de Lenne-straat in Amsterdam. Um, heb ik dan wel weer zoiets van. Oh, ik, dit vind ik ook wel weer ergens. Weet je wel, ergens heb ik nu ook wel een soort van. Trek uit de stad weer weg. Ik vind het prima voor nu hoor. Want nu reis ik ook nog een hoop. En dan uh, volgende maand ga ik weer twee maanden even naar Bali. En dan dat vind ik lekker. En dan, dan kan je het een beetje afwisselen. Maar, dit zei ik tegen mijn vriendin ook. Als ik nu echt het hele jaar achter elkaar op één plek zou moeten wonen in Nederland. Dan zou dat niet meer uh, Amsterdam of Rotterdam. Of zelfs Utrecht, denk ik, voor mij zijn. Dan zou het toch wel iets met uh, uh, iets meer ruimte zijn. Typisch hè? Ja. Ik heb een, ik, trouwens, ik ken woensdrecht niet, maar ik ken wel uh, af, uh, hoe, heet het, uh, uh, hoe heet het, daar vlakbij, uh, grote plek, niet breda maar die andere kant. Berg op zo. Berg op Daar ja. heb ik gewerkt in dat ziekenhuis, dus. Uh, ah, ja, ja, ja. ja. Oeh, hey, dat ziekenhuis dus ik, nou ook alweer. de um, Ga ik nog opkomen straks? Hoe heet het ziekenhuis. Nou ja, ik, ik vond het daar wel anders dan hoe ik Brabant uh, gewend ben, want het zit met die die zeelse hoek nog in. Het is wat, ja, wat iets meer afgeknepen, zou ik zeggen. Ja. Ja, vond ik wel. Vond ik wel. Dus je dus zeg maar, de, want ik kan daar me meer, wel weer beetje west, vinden. Hè? Meer west Brabant. Ja, ik vond wel. Kijk, um, ik weet, ik heb tijd in Engeland gewerkt. Ja. Toen kwam ik weer terug in in Nederland en toen kreeg er iemand een hartinfarct. Uh, op de revalidatieafdeling. Dat was trouwens daar. Ja, dat was in Berg was in zo. Ja, dat was daar. En die man die die begon in, in plat Brabants dus uh, van wat gebeurt er allemaal? Goed, was helemaal over ze toeren. En, maar die hele afdeling, want die mensen want revalideren. En eentje kreeg een hartinfarct. Die raakte allemaal een beetje van slag. En, en ja, ik werkte toen als arts-assistent cardiologie. En uh, dus, dus ik werd erbij geroepen om op te reanimeren, wat niet meer nodig was. Maar dat raakte mij enorm, omdat, omdat ik, het voor, ik het al hartstikke vaak meegemaakt had. Maar ik hoorde het toen in één keer in mijn eigen taal, zal ik zeggen. Ik kwam, ja. kwam, meer, kwam meer binnen bij me. Ja. Want tot ja. voorheen was dat dan in, in het Engels dus geweest? Ja, dat was tevoren allemaal in het Engels geweest. Ja. Ja, ja, ja. Mijn eerste werk als arts was in Engeland. Ik ging met een vriend naar Londen en dat uh, was eigenlijk ook... Uh, ...voor avontuur en voor uh, ervaring op te doen. Ik heb daar een jaar gezeten. En dit was de eerste keer dat ik weer in, uh, in Nederland uh, werkte. Maar ja, dat ik, dat ik het zo kon voelen. Daarvoor He, ja. zat eigenlijk een soort van... ...heb je toch wel eens arts dat je dat je, je af kunt sluiten... Mm. ...voor wat, wat daar aan lijden is, zal ik zeggen. Een bepaalde distantie heb je nodig om je werk te doen. Maar dit was voor de eerste keer dat ik er helemaal... ...ja, dat het me helemaal in mijn hart raakte eigenlijk. Uh, wow. Dat ik erin zat. Ja, dat ik het kon voelen... Maar dat was in, uh, in Berg op Zoom. Ja, 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 ja. nou, cirkeltje ja. weer rond. Cirkeltje weer rond, ja. ja maar het uh, uh, is wel interessant dat je dit zegt. Hier heb ik ja. eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar als arts zijn, dan moet je natuurlijk ergens wel kunnen afsluiten voor. voor want je, over het algemeen krijg je natuurlijk niet de meest gezellige gevallen ja. uh, voor je neus, zeg maar. Want zat er natuurlijk wel wat aan de hand is altijd iets aan de hand. Er komen weinig mensen voor de gezelligheid bij je. Nee, precies. Het kan nog wel gezellig zijn trouwens, hoor. <laughs> daar niet van. Maar er komen weinig mensen voor de gezelligheid bij. Dus, dus ja, een bepaalde distantie. Uh, en daar zit ook meteen wel een spanningsveld. Een bepaalde distantie, uh, zou je zeggen, heb je nodig hè, om, uh, uh, om je werk goed te doen. Mm. Om, kijk, als iemand... Uh, ik heb daarna ook op de eerste hulp gewerkt in Den Bosch bijvoorbeeld. Uh, uh, opleiding tropisch chirurgie. Maar als iemand dan echt iets gebroken heeft, kindjes, die, die van alles, en, en, en die krijzen van de pijn en de botsen dan helemaal uh, scheef, dan, dan, ja, dan kun je niet helemaal meegaan in dat lijden. Dan moet je er afstand van nemen. Dan moet je gewoon uh, zorgen dat je het goed verdooft, dat je het, goed, dat je het adequaat aanpakt. Ja, anders kun je gewoon niet goed handelen. Dus daar word je wel in, in gedrild, als het ware in heel, die, uh, in heel die training. Maar het spanningsveld vind ik is van um, ontmenselijk je het, hè? het hele werk, zal ik zeggen. Of uh, blijf je in verbinding? Het is niet nodig om het helemaal te ontmenselijk of om het helemaal afstandelijk te maken, om het helemaal mechanisch te maken. Mm. Dat kan wel gebeuren als je er helemaal uitstapt als mens. En uh, met name in werk in de eerste lijn um, is het zeker nodig dat je, dat, dat je wel in verbinding bent met je, met je kern, met jezelf. Omdat je anders ook niet in verbinding kunt zijn met die ander. Nee. Dat je die ander wel blijft zien als, als mens. Dus dat spanningsveld is er eigenlijk van ja. Ik vind het nu wat minder, maar zeker in je opleiding en al het werk wat je zo doet, is dat spanningsveld. Er. Ja, klopt. Zie je, dat, klopt. Um, zie je dat veel nu gebeuren? Als in heb je het idee dat dat um, dat, dat veel artsen, zeker in de eerste lijn, die verbinding met zichzelf kwijt zijn om, om, om dat werk te kunnen doen, misschien zelfs wel? Nou, ik kan niet zo uh, voor iedereen spreken, maar hmm. ik vind de gewoon de geneeskunde, uh, geneeskundige zorg aan zich, totale veld, vind ik uh, uh, mechanisch. Vind ik mechanischer geworden. Kijk, uh, um, ook als je kijkt met, met dat corona gebeuren... Dus daar hebben we hem al op tafel. Hè? Ik Laat hem maar gewoon <laughs> gelijk in de eerste tien minuten schoppen ja. op tafel op. Hè? Dus als we daarover hebben hoe dat helemaal gegaan is, wat natuurlijk heel mechanisch uh, uh, gebeuren, maar ook daarna, uh, dus daarna is er, een, is er eigenlijk een, een leegte gekomen, ook aan financiën, want er is heel veel geld aan vaccins gegaan, maar die, dat geld is niet gegaan naar de tekorten in de eerste zorg, naar de tekorten van verpleegkundigen, naar de tekorten in de geestelijke gezondheidszorg. Um, dus we zitten met een enorme achterstand, eigenlijk die je in moet uh, lopen. Dus, dus ik vind dat na corona uh, veel langere wachttijden zijn. Voor mensen met uh, psychische klachten, mm. met ernstige psychische problematiek. Als hij zit, nou ja, je, hebt zo, je zit zo op zes maanden. Dus je moet veel, oh. meer, veel meer zelf doen, eigenlijk. Maar ook. Uh, zes maanden, dus, dus een wachttijd is nu ongeveer van zes maanden. Als je met een psychisch iets aan zou kloppen bij de arts, en die moet je dan doorverwijzen. En dan kan het zomaar zes maanden duren voordat je geholpen wordt. Nou, dat hoeft niet, want je hebt uh, de uh, PWAGGZ, dus de uh, geestelijke ondersteuning van de huisarts, zou ik zeggen. Dat is een paar weken, dus dat is goed. Maar uh, psychologen en uh, psychiaters hebben inderdaad enorme wachtlijsten. Ja, het kan een dat... half jaar, het kan nog langer zijn. Ja. Ja, 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 eerst hadden psychologen wat kortere wachttijden, maar hij is ook gewoon allemaal echt toegenomen. Het is gewoon, gewoon volledig omvergeblazen. Uh, maar ook zeg maar, in, in, uh, ja, als je, ik weet niet of je zelf wel eens iets hebt, maar als je bij gewoon een, een uh, internist en Maagdam sta je ook gewoon gigantisch lang op opwachtlijst en dat soort dingen. Maar dat komt omdat dat tekort is eigenlijk uh, niet afgenomen, maar is toegenomen. En dat vind ik dus dat, dat, dat er een uh, toename is in uh, afstandelijkheid. Door eigenlijk de hele, niet alleen door de omgang met, met die coronatijd, maar ook door de gevolgen daarvan. Uh, ja, het zit gewoon eigenlijk in heel zwaar weer. De hele uh, 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 gezondheidszorg, tekort aan personeel en tekort aan geld, allebei eigenlijk. Ja. ja en hoe gaan we het oplossen? Ja. <laughs> nou, ja, dat zijn natuurlijk hele interessante vraagstukken, hele belangrijke vraagstukken ook. Maar eigenlijk het, het, ja, het eerste wat ik dan zo denk als ik daar als ik dat allemaal hoor en aanschouw en alle informatie die ik ook tot me heb genomen de afgelopen jaren is, is niet één van de belangrijkste dingen die we daarin misschien is een inkoppertje hoor maar is het de preventie ervan ja absoluut want dat is Absoluut. Ja, toch ja nou ja vandaar mijn boek dus over leefstijl. Uh, als huisarts in mijn ogen is één van de belangrijkste dingen die als huisarts uh, terug kunt geven aan mensen ik zie een huisarts eigenlijk als een soort van coach, niet soort, een soort coach. Hè. Ja. Dus die coacht eigenlijk, die, die geeft uh, mensen terug uh, hoe ze met zichzelf omgaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat kan zijn gewoon op direct uh, uh, fysiek vlak. Hè. Dus als iemand rookt, ja, dan heeft hij gewoon meer kans op, uh, op longkanker. Ja, van roken ga je eigenlijk uh, dood, zou je kunnen zeggen. Ongezond eten, dat soort dingen. Maar veel meer nog eigenlijk een stukje uh, hoe ben je in contact met, uh, met het wezenlijk in jezelf. Hoe, hoe, hoe leef je eigenlijk? Wat wil je van je leven? Wat betekent je leven voor je? Uh, en, en in andere gevallen, wat is de dood voor je? He, in, in, ook in ons gezondheidszorgsysteem is de, de dood is eigenlijk, eigenlijk ook, ook in de hele maatschappij, de dood is nagenoeg een taboe, zou je kunnen zeggen. Mm. En leven en dood hangen gewoon direct met elkaar samen. Er is dus te weinig respect voor, voor de dood en te weinig respect voor, voor het leven zelf. En als huisarts kun je daar een, een spiegel in zijn voor mensen. En kun je uh, dus uh, leefstijl afgestemd op wat iemand vraagt. Hè. Dus, dus het, het is maar in mijn ogen niet te bedoelen dat je jouw visie door iemand uh, uh, door zijn strot heen duwt of zo. Maar je kunt kijken van afstemmen: hoe, wat is de vraag, waar komen mensen mee? En dan kun je kijken van hoe ga je er samen mee om. Hmm. Afgestemd op de situatie. En um, ja, dat, dat is de, vooral de kracht, vind ik, van de eerste lijn: leefstijl. Ja. leefstijl. En jij zegt preventie werkt uh, preventief, uh, absoluut. Preventief, maar ook curatief op een heleboel dingen. Want kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Je kunt wel dingen aanreiken, maar iedereen is zelf de regisseur van zijn leven. Iedereen is zelf eigenlijk... Uh, regisseur van zijn gezondheid. En, en jij kunt daar... in richting aangeven. Dingen duiden. Uh, Want mensen mogen het zelf doen. Mm. Ja, dat, dat is het eigenlijk. Dat, dat is al, al een de hele de omslag... ten opzichte van hoe er in de mainstream... gedacht wordt natuurlijk. Hè? Want als ik, als ik dat zelf ook wel eens merk... Hè? We hadden een, een aantal weken geleden... Joep Rovers dan in de podcast. En hij... Um, uh, nou ja, hij, spreekt daar, hij spreekt dan ook over bepaalde uh, um, klachten zoals eczeem die, die, die je dan weg kunt nemen door zelf nou, je met je leeftijl aan de gang te gaan. Dat soort zaken allemaal. Maar als je kijkt hoe boos daarop gereageerd wordt door heel veel mensen, um, die vinden het heel ingewikkeld om te horen dat je dus zelf een aandeel zou kunnen hebben in, in, in bepaalde ziektes die zich manifesteren op latere leeftijd. Heb je, loop je daar zelf niet tegenaan ook? Dat dat dan een ingewikkelde boodschap is voor, in dit geval patiënten, voor jou om dat te slikken? Kijk, als je een klacht hebt, dat is gewoon heel na. Hè? Dat, dat is eigenlijk het eerste. Mensen willen graag begrip dat ze, uh, dat ze uh, pijn hebben, dat ze lijden hebben. En dat staat buiten kijf. Dat, dat, uh, dat je dat hebt, vind ik, als uh, iemand die in de gezondheidszorg werkt. Dat, dat mensen uh, ja, daar verdrietig over kunnen zijn. En, uh, Niemand creëert moedwillig überhaupt een klacht. Dan gaat niemand denken van ik ga eens ontwikkelen of ik ga eens kanker ontwikkelen of ik ga eens hoge bloeddruk ontwikkelen. Het is, uh, een, een klacht zelf is ook wat ingewikkelder dan uh, alleen zeg maar je doet dit en dit en dit en dan krijg je die en die, die klacht. Het is echt een heel individueel verhaal afhankelijk ook van heel jouw... Familiegeschiedenis van jouw DNA, maar ook van je, van je karma, zou ik zeggen. Wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. Dat komt, op een gegeven moment komt dat eruit omdat je lichaam gaat reageren. Je lichaam vertelt je eigenlijk gewoon het verhaal van, van jouw leven en van voor jouw leven nog. Uh, dus dat is van belang om, om uh, de, de oorzaak van een klacht is anders dan een boodschap van een klacht. Dus je kunt zeggen de, de oorzaak is gewoon multi, uh, multidimensionaal. He, het kan bijvoorbeeld dat... sommige mensen krijgen bijvoorbeeld geen uh, kanker van roken. Mm. He, dat kan. Anderen krijgen dat weer wel. Dat hangt samen ook met je familie. Dat hangt ook nog samen met als je ook nog veel alcohol drinkt... of als je heel veel stress hebt... of al die factoren... of trauma's die je meegemaakt hebt. Dat soort dingen. Um, dus dat zit gewoon ingewikkeld in elkaar. Het is te kort door de bocht om te zeggen van... Uh, als je dit doet of als dat en dat... als is dat het gevolg. Maar... De boodschap van een klacht, dus wat je van een klacht kunt leren. Bijvoorbeeld als je last hebt van je rug. Ik kan zelf last hebben van mijn rug. Ja, dan, dan weet ik, als ik last heb van mijn rug, dat het minder veilig is voor mij. Dan ga ik eigenlijk over mijn eigen grenzen heen. Ik eh, neem de wil op mijn schouders. En wat gevraagd wordt, is om een stapje terug te doen. Om, om minder, zeg maar, minder mezelf op de voorgrond te plaatsen. Minder steeds te moeten doen. Als ik dan weer terug ga en mijn energie als veiliger wordt, bijvoorbeeld met nachtdiensten, veel nachtdiensten, ik heb een hekel aan nachtdiensten, maar... Het <laughs> <laughs> hoort erbij als huisarts ja. ja, ik. Ja, ik weet niet, maar ik heb gewoon een hekel aan nachtdiensten. Nou ja, dan, dan krijg ik dat, ik krijg ik verkramping in, in mijn rug, dingen die ik spanning vind, krijg ik dat. Dus mijn lichaam geeft me eigenlijk aan van, uh, Richard, uh, het is nu minder veilig voor jou. Dat is de boodschap. De, de, de oorzaak kan ook zijn dat ik bijvoorbeeld een trauma heb gehad, of dat soort dingen. Dat is weer een ander verhaal. En dat helpt wel, uh, ja, ik, zo zie ik het in ieder geval. En, en mensen die, want uh, ik heb, werk op antroposofische basis, dus ik krijg wel wat geselecteerd publiek, grofweg, maar we hebben ook veel mensen in, vanuit de, de stad zelf, dus, dus het loopt een beetje door elkaar. Maar ook mensen die veel met bewustzijn bezig zijn... en veel met spiritualiteit bezig zijn... die kunnen de neiging hebben om zichzelf gewoon op de kop te geven. Van, van doe ik het nog niet goed? Hè? Van, van, ik ben zo bezig met bewustzijn, ik ben zo daar, daar bezig. Of ook met leefstijl mensen die dan heel goed opletten wat ze eten... op tijd naar bed, geen, al, al dat soort dingen. Zeg maar een bepaalde striktheid in acht nemen. Die, die zijn dan daar ook weer... Streng, hebben ze eigenlijk die, 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 die ellende van lichamelijke klacht... zijn ze ook weer streng in tegen zichzelf. Want ze geven ze zichzelf op de kop. Dus dat is niet mijn boodschap, dat is niet mijn strekking. Het is gewoon heel naar als je dat hebt, dus je moet het meedogen met jezelf hebben. Je mm. geef alleen een boodschap aan: van, van, van dit kan de richting zijn. En je kunt het ook niet generaliseren. Hè, want wat voor. Uh, er zit wel een lijn natuurlijk met klachten. Hè, van, van, uh, je noemt het uh, examen, huidklachten, heeft veel met gevoelsleven te maken. Ja, het is een gevoelsorgaan, contactorgaan. Dus. Als je heel gevoelig bent, he, kun je eerder met je huid reageren. Als je daar ergens van, van schrikt of iets, iets eh, angst hebt... dan kan die huid meer eh, volblomen kan de examen toenemen. Do he, door stress bijvoorbeeld. Uh, de aanleg voor examen, want iedereen heeft examen... die zit in, dieper in je DNA, in je, in je voorouders, in je karma, zal ik zeggen. Maar um, kijk... Dat geldt niet voor iedereen zo. Dat de mensen reageren verschillend op verschillende prikkels. Er zit wel een lijn in. Hè? Dus bijvoorbeeld huidklachten hebben met het gevoelsleven te maken. Maar op welke mate, zou ik zeggen. Op welke manier. Je kunt het niet uh, algemeen stellen. Hmm. Ja. Want dat, dat zie je wel je veel vind. gebeuren. Hè? Ik bedoel... Um, uh, nou, je hebt bijvoorbeeld de, de nieuwe Germaanse geneeskunde. Uh, maar er zijn, er zijn nog een tal van anderen natuurlijk die... die wat alles heel graag in hokjes wil plaatsen, zeg maar. En omdat, ja. ik snap het ergens wel, omdat je wil natuurlijk echt een oplossing voor hebben. Ja. Um, uh, en, en soms heb ik ook het idee dat je dat om als we zo erg altijd iedere keer in die hokjes gaan blijven denken, dan sla je nog een heel stuk gedeeld over. En van wat iets, iets wat je net zei, die kwam wel even binnen, want ik was een tijd geleden ben ik begonnen met. Um, uh, ik heb een fotoshoot staan en ik moet daar, ik ben daarvoor aan het trainen. Dus lichamelijk aan het trainen en daar hoort ook een voedingsschema bij. En eigenlijk heel gezond, want het is 100% clean. Geen zaadolie, helemaal alles biologisch, gasgevoerd vlees. Weet je, het kan eigenlijk niet gezonder dan wat ik, dan wat ik aan het doen ben. Maar toch merkte ik op een gegeven moment dat ik, dat ik wel wat last voor, begon te krijgen van wat dingetjes. En nu ben ik dus ook weer verkouden. Maar um, wat ik dus ook eraan begon te merken is dat je op een gegeven moment, als je in één keer heel streng gaat zijn met iets, met, 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 met iets bezig gaat zijn. Als je heel eerlijk bent, levert dat ook gewoon stress op. Ja, absoluut. Kan in ieder geval. In mijn geval was dat zeker zo. En dat werkt dus ook niet mee. Dan kan je nog zo gezond eten wat je wil. Ja. Maar als je dus dan rigide bent met jezelf. Ja, dan word je, dan word je er nooit gezonder van, natuurlijk. Nee. Nou, je zit dan bepaald moeten in. Hè? Van, van je noemt het al. Um, een fotoshoot, hè. Dus, dus iets waarvoor je. Ja, toch een stukje buitenwereld zou je kunnen zeggen. En dus, je moet dan uh, er een beetje. Uh, ja, dan zit er druk op, dan zit er iets van moeten in, dus dan is het niet helemaal meer vrij. En dan uh, iets wordt aangetrild in je, kan een oude trilling zijn: van, van uh, dat, je, ja, dat je eigenlijk niet goed genoeg bent zoals je gewoon vanzelf bent, zal ik zeggen. Dat, dat kan ondermijnend werken op je gezondheid, dat kan ondermijnend werken op je afweersysteem ook. Als je ja, dus onverwerkte emoties, onverwerkte processen in jezelf die. Die kunnen ondermijnend werken op jouw systeem. Zo werken ook oude trauma's als het ware. Dus als er, als er een trauma is, dan kan je energie niet meer helemaal vrij stromen. Dus daar, daar gaat, dat gaat ook energie kosten. En kan, dus, dus je bent niet helemaal vrij meer in jezelf. En ook als je bij zo'n gebied komt, dan trek je je als het ware terug. Dus je bent niet helemaal. Ja, het zit toch een stukje angst of een stukje verdriet wat, wat niet helemaal verwerkt is. En dat, uh, dat kan bij allerlei uh, gebeurtenissen de kop opsteken, ja, waardoor je afweer minder goed kan zijn. Dus in het geval dat stel je voor: boven pak even de hypothese van mijn fotoshoot. Als ik daar nog een ding op had zitten, van niet goed genoeg zijn hoe ik ben, dan kan het omdat ik nu uh, driftig aan de slag ga met, uh, <laughs> met dit allemaal. Kan het zijn dat dat, dat dat precies dat stukje dus aangeraakt wordt, eigenlijk, waardoor ik. Uh, ja. Uh, in dit geval of koud wordt of in ieder geval een, een bepaald ziektebeeld ontwikkelt. Ja, zou kunnen. Zou kunnen. Kijk, kan ook zijn. Um, je noemt dan die voedingen, dat je heel strikt kijkt naar die voeding. Ik vind voeding ook zoiets, wel is gezonde voeding? Er zijn wel algemene criteria, maar is toch ook gewoon individueel bepaald. Wat, wat, is, wat goed voor jou is, hoeft niet goed voor mij te zijn. Um, veel groenten en fruit is gezond. Ja, daar geloof ik in. Dus, dus veel onbewerkt groente en fruit is eigenlijk de basis van de voeding. Daar, daar ga ik vanuit. Uh, Geïndustrialiseerde voeding, dingen in blik, uh, McDonald's, al dat soort uh, toestanden. Uh, niet gezond. Niet gezond. Uh, veel, uh, zeg maar, korte suikers. Niet gezond. Uh, dus, dus het gaat eigenlijk om dat je rustig aandoet met... Uh, uh, ...geraffineerd zetmeel, dat soort dingen. Maar hoeveel groente en fruit bijvoorbeeld... ...dat kan verschillen. Welke groente en fruit, dat kan verschillen. Hoeveel vlees. Ik ben, ik ben jarenlang vegetariër geweest. 15 jaar vegetariër. Stond ik ook nog, ik geloof twee jaar... ...toen bestudeerde ik het soefisme... ...stond ik iedere ochtend om vijf uur op... ...voor vijf tot zes ging ik mediteren. Had ook nog een paar kinderen. Die kwamen daarna... <laughs> ...en ik me daarmee bezighouden. Ik ben wel zo verslapen dat... dat, dat of, ...of althans... Ik weet niet wat het was, maar de wekker hadden we verkeerd staan. Toen hadden we alle kinderen eigenlijk in de auto zitten. Het was geloof ik 4 uur s'nachts. Toen op een gegeven moment. <laughs> zei. Uh, ja, zij werkte tegen mij. Van Goh, hoe laat is het eigenlijk? Want het was allemaal hartstikke donker. Virus, alles weer naar bed. Weet je, dus. dus... <laughs> je bent allemaal bezig met jezelf te verdiepen. In je, ja, proberen in ieder geval je uh, te verdiepen. Ja, Veel te rigide, eigenlijk, veel te, veel te, veel te strikt. En ik merkte uh, op een gegeven moment uh, toen. Uh, was het zo dat mijn, mijn oudste zoon. Die, die, die keek gewoon naar mij en uh, ja, die had gewoon wat ik had. En ik vond wel dat het uh, fijn was dat hij wat eiwitten binnen kreeg en een beetje vlees had. En, uh, maar ik had dat niet, dus dan had hij dat ook niet. En, uh, uh, nou. Toen, uh, ik werkte toen ook nog uh, ik werkte toen voor de marine en daar kon ik op een gegeven moment kon ik er niet om draaien. De een of andere oefening of zo. Je ja, moest gewoon vlees eten. Dus ik, ik peerde alles gewoon maar naar binnen. Toen dacht ik: laat ik het toch maar weer doen. Dat was eigenlijk. Nou, het scheelde enorm voor mezelf. In het begin dacht ik dat ik, dat ik gewoon harske haai was hè, met, met het eerste vlees. heel apart. Maar ik voel me veel krachtiger. Ik heb mm. veel, meer, veel meer kracht in, in mijn lichaam. En ik was daarvoor, denk ik wel, vijf, zes keer per jaar uh, ziek, dat ik de griep had. nou, ik had eigenlijk praktisch nooit meer de griep. Ik zit natuurlijk steeds met zieke mensen. Iedereen mm. komt binnen, die hoest eerst in zijn hand. Dan geeft hij jou een hand en dan uh, gaan we zitten. En vervolgens nog een paar keer in de kamer. Nou, dan het volgende, hetzelfde verhaal. Dus je, je, pik, je moet eigenlijk wel een goede weerstand hebben als je daarin werkt. Maar ik merk voor mezelf, voor mij is het veel beter om vlees te eten. Vlees en vis te eten. Voor mij, is mijn systeem echt veel beter. Maar dat, dat kan voor jou anders zijn. Of dat kan voor ja, man en vrouw scheelt ook weer. Dus ook een, eigenlijk een... Ja, die hele gezondheid is ook een, een onderzoek naar jezelf. Hè? Van, van wie ben je zelf en hoe zit je in elkaar? En wat, is, wat, is, wat past bij jou? Welke... Ja, welke specifieke leefstijl, welke voedingsmiddelen passen bij jou? Er zitten wel grofweg, ja, wat ik net zei, bepaalde dingen in die zijn wel gezond voor iedereen. Maar hoe is de afstemming? Hoe is de fijnere tune, zal ik zeggen? Ja, nou, dat is wel grappig dat je dat zegt hoor. Want dat, dat merkte ik zelf ook echt wel dat, die, dat het een zoektocht naar jezelf is. vind ik wel een hele sterke, want... Zeg maar zeker nu, anno 2024, word je met, met um, uh, onderzoek om je oren geslingerd. Carnivore moet je eten, veganistisch moet je eten, fruitariër moet je eten. Nou ja, we kunnen al die diëten nog even achter elkaar opnoemen. Je moet keto eten. Nee, nee, nee je moet niet eerst de hele tijd een keto zijn, want dat is slecht. Je moet afwisselen. En nou ja, we kunnen door blijven gaan, zeg maar. En ja. voor alles kun je wel weer een onderzoek vinden die wat. wat gerechtvaardig uh, wat, wat, um, gerechtvaardig wat, wat, nou ja, die persoon, spreker A, spreker B, dan vervolgens zegt. Uh, maar erachter komen, zeg maar, toen ik echt begon met, met, met dat clean eten. en dan ja, hoor je van iedereen: ja, nee, je moet echt alleen uh, vlees dit eten, nee, uh, te veel groenten is dit. Maar door in één keer alles clean te gaan eten, moest mijn lichaam echt even wennen eraan. Gewoon. En het is echt niet dat ik daarna een soort van slecht daarvoor slecht altijd of zo. Totaal niet zelfs. Alleen ineens begin je gewoon met je, je eetschema om te gooien. Nou, dan, ga je, dan krijg je er toch een... Ik kreeg er wel last van in het begin, zeg maar. En dan ga je al die dingen doen waarvan iedereen zegt dat je ze moet doen. En dan, dan, dan merk je, je toch dat, je, dat je, da je eigen lichaam daar toch anders op reageert. En dat je er echt achter moet komen. Hé, hey, maar wacht eventjes. Hier ga ik wel goed op. En hier ga ik eigenlijk helemaal niet zo goed op. Ja, en dan ja. kan het nog onbewerkt zijn of vind ik het wat. want het kan gewoon zijn dat ik er niet goed tegen kan, zeg maar. Of juist wel. Ja, um, dus dat een hele one size fits all. Dat, ergens klopt dat volgens mij niet, hè? Nee, nee. Nee, kijk. Uh, Ayurveda vind ik dan een uh, hele, hele positieve gezondheidsleren eigenlijk. Hè? Die kijken ook gewoon... Dus, dus de arts die meet de pols van je. Die stemt zich eigenlijk af op jouw constitutie. Dus... Dat is een hele happening als je een AFV-arts arts bezoekt. Die, die voelt je pols, die is gewoon uh, vijf minuten stil. Dan zit je zo een beetje bij elkaar en vervolgens lepelt ze alles op wat je hebt. Ja, je hebt last van je rug, je hebt last van je huid, je hebt last van dit, dat, zus, toelgang, bla bla, da, da, da. Ja, dat, dat. Ja, als het goed klopt, het ook allemaal. Uh, en dan krijg je dus een aantal medicijnen, een aantal kruiden, dat soort dingen. Maar ook een heel afgestemd dieet. En uh, ik, ik vind dat dat, uh, dat het werkt. Ik heb daar baat bij gehad een aantal keer dat ik dat gedaan heb. En dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, ik had wat, wat klachten. Ik had gewoon wat meer stress en, en, en uh, erg veel. Kijk, in, in dat werk moet je ook uitkijken dat je, uh, um, dat je bij jezelf blijft en niet van alles overneemt van een ander. Hmm. Dus mensen die, die, die komen met hun verdriet, die komen met hun pijn, die komen en soms heel boos. Je moet heel lang wachten. Heel boos, boos, boos. Weet, dat, nou, als jij dan uh, ja, open bent, gevoelig bent, dat, dan komt dat binnen. Ook als je probeert dat uh, af te scheiden, dat komt toch binnen. Dus dat doet iets met, met jouw systeem. En, uh, nou, daar kreeg ik onder andere ook adviezen in om, om te reinigen, maar ik kreeg daar wat gevricht klachten van. En toen, die gaf me toen aan: geen, geen nachtschade eten bijvoorbeeld. Hè? Die nachtschade be die bevordert in mijn geval, dus die gefrisklacht. Ik had er echt veel profijt van. Het meeste profijt had ik aan, aan die reiniging, een panchakarma. Uh, ken je karma? Nee. Dus panchakarma, niet dat iedereen hoeft te doen hoor, voor mij past het. Maar karma is eigenlijk een uh, vedische reiniging van, uh, van een week. Je hebt ongeveer uh, twee, drie weken voorbereiding als je het goed doet. Als je het zoals mij doet, half uh, vergeet minder goed. Hè? Maar, maar, <laughs> <laughs> Waarschijnlijk <laughs> zou voor mij dat ook worden ongeveer. <laughs> Degene die het goed doen, is brein zich goed voor. Met, met eigen massages, met sesamolie, met, sesamo met, met uh, vegetarisch eten, met, met bepaalde kruiden en dat soort dingen, met dieren. Dat, dat doe ik eigenlijk altijd al. Dus dat, wat dat betreft zat ik goed en een aantal dingen. Maar dan krijg je dus dat je uh, gaat eigenlijk ontgifting. Daar gaat het om: ontgifting van uh, ja, opgeslagen gif, min of meer in je lichaam. Dus daarvoor krijg je dan zo'n zo glas met boter, wat je s ochtends uh, opdrinkt. Mm. met uh, uh, kruiden erin. <laughs> Vervolgens ga je de rest van de dag naar de wc, moet je allemaal jeogoefening doen, loop je letterlijk leeg. Daardoor doe je dan dus twee, drie dagen achter elkaar. Uh, maar er komen ook heel veel emoties vrij. Mm. Dus je krijgt ook uh, ja, ik werd ik eigenlijk, eigenlijk wat depressief. Ik mm. Een paar dagen al echt somber en zo. Dus en, uh, echt heel zwaar, vond ik het. Nou, daarna krijg je een paar dagen uh, massages. Ook weer om, om het gif, zeg maar, meer nog naar binnen te, te werken. Dus je bent steeds wat zij, want zij zijn eigenlijk hele fijne massages. Je blijft yoga doen, je blijft mediteren, je, je eet steeds uh, kids dat is een bepaalde heel licht verteerbare india En het eind is weer een keer een reiniging. Dat kan gewoon zijn een uh, enema, een klisma of zo. Maar het kan ook zijn dat je weer iets uh, neemt en dan weer helemaal uh, jezelf, je hele lichaam reinigt. Ik was daarna klachtenvrij. Maar, maar ik, ik voelde ook van, hé, hey, ik ben gewoon ook krachtig. Qua, hmm. qua emoties, qua... Ik kan altijd wel iets onder, onder toon zitten van, van, zeg maar, wat, wat licht verdriet of... of uh, Eigenlijk dat ik verbaasd was hoeveel, hoeveel er nog eigenlijk zat. Maar daarna was ik geloof, gewoon gehoord van herboren als het ware. En in die traditie doen ze dat dan, als je wil kun je dat dan om, om een paar jaar doen. En uh, nou ja, ik heb dit jaar niet gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik het weer een keer zou, uh, zou gaan doen. Ook als, als preventie waar we het uh, over hebben voor, voor uh, uh, Bijvoorbeeld chronische aandoeningen als kanker of dat soort dingen. Die hebben ook te maken met onverwerkte, in mijn ogen, onverwerkte emoties, onverwerkte trauma's, energie die stagneert. En, en als je dat los kunt laten, je hoeft niet per se een pandjekamer te doen, kan op veel andere manieren. Eigenlijk doe je het steeds op andere manieren dat je erbij kunt komen. Dan heeft het een heel preventief effect op, jou, op jouw gezondheid, maar ook op je welzijn, want je voelt je gewoon veel vrijer en opener. Heb je dat in uh, Nederland gedaan? Ja, heb ik in Nederland gedaan. Een ja. beetje, zo, zo. Ja. In Nederland heb je dat. Ja. Ah, ja. In India kun je het ook doen, hè. het komt uit India, dus er zijn hele centra. Maar ik deed bij een arts die ik al kende, dus ik, 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 ik had haar al een paar keer ontmoet. Uh, ik heb een training gevolgd en die, die ja, training Marma, dat is een bepaalde uh, drukpuntmassage training die, uh, waarbij je uh, op uh, energetische punten. Ik werk ook als acupuncturist. Mm -hmm. uh, waar je dan uh, mee behandelt goed die vrouw die was zo ongelooflijk streng en 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 rigide en uh, dat ik ik haatte haar gewoon in die hele training <laughs> ik, dacht, <lacht> <lacht> ik dacht ik moet haar moet ik ze zei, hey, je moet een pandje kamer vormen je moet <laughs> ik ging eerst voor een consul zei ik ook ik wil geen pillen want je komt gezond binnen mijn een zei, je gaat met drie potten pil naar buiten ik, zei, ik wil geen pil ik wil gewoon adviezen en dit ze doet die pannicum dat is dus zo heb ik het gedaan ik kende haar en dat is wel heel fijn want je want het is best intiem hmm. en uh, um, nou die kan je ook gewoon ja begeleiden eigenlijk in dat in dat proces en Het punt is als je het in India doet in India zijn ook heel veel plekken uh, maar goed die artsen daar wat zeg zij dan ik weet niet want ik heb het alleen in Nederland gedaan die hmm. die, die zien ja nooit meer terug dus die die kunnen ook iets hebben ja we doen ons best maar uh, ik vond dat zij dat wel heel goed, goed deed. Dus in Nederland, ik, ik ben, ja, in Nederland is het me heel goed bevallen om dat uh, te doen. Ja. Is dat met dat soort behandelingen? Ik moet ook gelijken aan, um, aan ayahuasca, bijvoorbeeld denken, of planmedicijn of zo. Wat, wat uh, heel mooi kan zijn voor, voor mensen, maar dat het ook echt zo erg afhangt van. Met wie je het doet en welke persoon absoluut. jou begeleidt in, in zo'n proces. Ja, absoluut. Ayahuasca is echt helemaal uh, loco gegaan. Hè? En de mensen die gewoon iedere week aan de ayahuasca gaan, dat is gewoon redelijk uh, uh, ja, too much. Ja. En, en dat zijn wel psychedelische middelen die ook helemaal fout kunnen lopen. Er zijn mensen aan overleden, mensen in een psychose terechtgekomen, mm. en hele drama's bij. bij uh, dus die begeleiding is enorm belangrijk in mijn ogen. Wat, uh, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Maar zeker met dat soort middelen. Eigen, zoals ik het zie, is het wel fijn als je iemand kent. Dat je er gewoon een band mee hebt. En dat, je, dat, dat het veilig is voor mm. je. Is niet, zeker met dat. Want je gaat. Dus, dus ik hou daar minder van. Van, van uh, zeg maar werken met uh, bewustzijnsverruimende middelen. Het zou best een keer kunnen. Uh, een keer in een leven iets kunnen zijn, misschien voor iemand om, om, om te verdiepen. Maar het kan ook op andere manieren. En ik, ik zelf geloof meer in, in de. Ja, dat je het helemaal zelf doet. Ik geloof ook niet. Uh, je hebt ook bijvoorbeeld meesters of leraren die dan een inwijding geven. Hè? Shamanen die een inwijding geven. Ik, ik geloof er zelf minder in. Ik geloof dat je zelf eigenlijk heel je. ja, vast mag doen. Hè? Dus dat je zelf. Uh, ja ook gewoon je eigen bewustzijn uh, te verruimen hebt en dat het dan ook veilig kan uh, gaan. Niemand kan jou dat geven als het ware. Zo, uh, die verhaal van die meester is zo en zo en die kan een jetje zo. Nee, dat, dat zie ik zelf. Ik, ik voor, mij, voor mij werkt het niet. zo. Nee. Iemand kan wel wat spiegelen. Kijk, jij kunt mij wat dingen aanreiken en, en dat daar kan ik weer wat mee doen. Mm -hmm. uh, als je in de kunt werken, kun je de energie door laten stromen. He, dat zou kunnen tot een bepaalde mate als een, zeg maar een, een ingang. Maar zelf ga je er steeds mee verder. Zelf zit jij zelf steeds. Dat, dat is eigenlijk de mysterieschool van Egypte, die ik in mijn boek beschrijf. Van, uh, dus het is mijn boek gaat eigenlijk over uh, leefstijl. Uh, leefstijl vanuit bezieling met het oude Egypte als ingang. Met name de oude mysteriescholen. De oude mysteriescholen werkten met, met bewustzijnsontwikkeling. Dus, dus uh, ken u zelf en nu kent God. Dat is de, de ingang van, van, van de mysteriescholen. Dus je gaat steeds dieper, eigenlijk intiemer worden met, met jezelf en met, met je ziel. Steeds dieper zak jij daarin en je leven spiegelt jou dat. Klachten spiegelen jou dat, gebeurtenissen spiegelen jou dat. En mensen kunnen jou wel wat aanreiken. En, en sommige mensen kunnen je heel veel aanreiken. Leren kan je best veel aanreiken. Uh, maar je mag het toch zelf doen. Maar is dat niet. Um, ik heb zelf nooit ayahuasca gedaan, hè? maar ik, ik zie ook heel erg wat jij net zegt, hè? dat, dat het, zeker de afgelopen jaren het, zo de populariteit is toegenomen. Dat ik begin gewoon mensen om me heen te horen die ayahuasca willen doen, of wat ik denk, huh? dat had ik echt nooit zien aankomen. Maar dat ik ook misschien soms wel een beetje eraan voorbij gaan waar, waar die plantje nou daadwerkelijk mee kan helpen. Nogmaals, ik heb het zelf nooit gedaan, maar. Ik zie wel mensen om me heen die, die, met dat, um, die op dit pad zitten van zelfontwikkeling en dichter bij zichzelf terechtkomen. En daar zijn een aantal mensen van die echt wel, ik bedoel, die, die op een goede manier Ayahuasca hebben gedaan en echt hebben gezegd dat het gewoon zo ondersteunend heeft gewerkt aan juist dat dieper in je eigen bewustzijn en dat beter uh, leren kennen van jezelf, zeg maar, dat het... Enorm als toe Ik bedoel ook daar moet je het zelf doen. Gaat die plant het volgens mij ook niet voor je doen? Dan heb je dat uiteindelijk zelf te doen? Maar kan het als toe je wel heel erg kan helpen om, um, om daarbij uh, terecht te komen? Eigenlijk, ja. Want, ja. Wat is daar want bijvoorbeeld je doet je bent ook acupuncturist. Hoe is dat dan Ik bedoel? Want daar help je toch ook mensen mee? Zeker, ja. Dat maar kijk even terug naar die ayahuasca. Ja. Um, Kijk, het gevaar kan zijn dat je het aan dat middel gaat ophangen, zal ik zeggen. Dat kan het gevaar zijn. Het andere gevaar kan zijn dat je uh, in velden terechtkomt waar je uh, niet klaar voor bent. Of waar je niet, kijk, uh, je kunt psychotisch worden. Dat is niet voor niks. Hè. Je zet centra open, waardoor je zeg maar, helemaal opgaat in het geheel. Dus dat kan het gevaar daarvan zijn. En dat is wel heel erg zonde, want dan, dan uh, ja, uh, enorme doorwerking. Ik heb wel mensen ontmoet, ook in mijn uh, spirituele praktijk, maar ook in mijn huisartspraktijk, die daar heel veel last van hadden. Uh, dus dat is het gevaar. Het andere punt, uh, ik ken wel uh, wat shamanen. Ik heb een tijd lang opgetrokken met... Uh, uh, Twee, drie uh, Mongoolse shamanen. ben ik door Nederland getoerd, gingen we bepaalde workshops geven, uh, een paar jaar gedaan. En uh, de, laatste, de laatste keer uh, ging mis met het uh, visum. En, uh, dus toen, uh, sindsdien zijn ze meer in, in Mongolië. Maar die gebruiken helemaal geen middelen. Die zijn wij hmm. uh, gewoon eigenlijk wars van. Die gaan, en die gaan ook in trance en die kunnen ook van alles doen. Maar ik ben ach achter gekomen voor mezelf dat ik heb ook niks met het shamanisme heb. Mm. Kijk, dan, daar zit ook een tussenpersoon, een spirit zit daartussen en die, die geeft dingen door. Het is fascinerend om mee te maken, maar het zit gewoon niet in mijn karma. In, in mijn karma, in mijn weg zit de, de Egyptische lijn, de mysterie lijn, meer ook nog dan de uh, Vedische lijn. Ik ging altijd. Uh, dus... Toen ik net arts was, het eerste wat ik deels was naar India gaan. Ik heb in, in tig uh, Ashrams gezeten. Langere tijd daar ook gewerkt als arts via de, via de Ashram. Ik vond, het, ik vond het allemaal fantastisch. En, uh, op een bepaalde manier was het dat ook voor die tijd. Uh, maar op een gegeven moment ben ik in Egypte terecht gekomen. En in Nederland. En ik, ik was in Nederland ook al bij bij leraren en zo. Dat paste meer bij mij. Dat paste gewoon meer, meer bij mij. En om terug te komen op uh, die, uh, dat met die ayahuasca. Zo ken ik één uh, shaman, een vrouw uit uh, Chili. En die werkt met ayahuasca. En die geeft ook sessies en dat soort dingen erin. En ik vraag haar gewoon, hoe vaak gebruik jij dit nou? En zij doet het, zegt nou, één keer per jaar, één keer per twee jaar... op advies van haar leraren weer, om te reinigen. Omdat ze zoveel opneemt van mensen. Mm -hmm. Niet als... als uh, ja, zeg maar. Als, als, als speelgoedje om, 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 om je te verdiepen, zou ik zeggen. Dat, ja. Misschien zeg ik het wat, wat cru, maar, maar zo kan het overkomen. Mensen die iedere week ervoor gaan. Mm -hmm. Heb ik gewoon mijn twijfels erbij van, van, van het nut. Nee, ja, zeker. Maar het kan voor sommige mensen best, best iets zijn. Mits het veilig is, mits het een echt een hele goede uh, shamaans met wie je een band hebt, dat soort dingen. Uh, zou kunnen. Zou kunnen. Maar heb je, je dat ook dat, niet dat, een dat, beetje met. Uh, dit heb ik laatste tijd. We leven ook in een tijd waarin we, dus, hè, de, waarin we steeds meer praten over therapievormen. En, en wat denk ik super, super goed is. Dat we gaan kijken naar onze eigen psyche. En wat ons tegenhoudt. En wat ons ervan weerhoudt om een vrij leven te leiden. En zo. All for that. Maar het begint me ook al een beetje op te vallen dat, dat er ook wel een hele hoop mensen zijn die ook in een soort therapieloop bijna blijven zitten. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat vind ik ook. Kijk. Ik heb met die, uh, die Ik heb één keer ayahuasca gedaan hè? en ik uh, dat was ook nog van, ik, ik, wist ik dacht dat we iets anders gingen doen. Dat, <laughs> dat kwam erachter. Ik. Ja ja. <laughs> ik deed al vaker zweethutten en zo. Dat vond, dat vond ik eigenlijk uh, gaaf. Dus ik dacht dat dit weer zoiets was. Dus, nou, toen uh, zei ik nou, uh, oké, okay. ik ging even voelen. Ik dacht, oké, okay, dat is goed. Hè? We gingen dat doen. En ik vond het ook. Ik, ik had eigenlijk hetzelfde min of meer als met die pancha dus heel open, heel liefdevol, ik kwam buiten. Maar ik had ook zoiets van: nou, voor, ik heb geen behoefte om dit nog een keer te doen. Mm -hmm. Want ik ken die ervaring van, van ervaringen zonder uh, uh, dat. En uh, ja, het is ook wel een heel gedoe, weet je. Je moet allemaal uh, uh, de hele nacht gaan, ging dat door. En, dus ik heb gewoon. Ja, dat verdwijnt dan uit je bewustveld eigenlijk. Mm. Ik had toen gewoon ook wat vrienden die daar... en zo zat ik daarin. Maar één keer is voor mij genoeg. Ik heb geen behoefte meer aan om dat meer te doen. Maar dat klopt. Je kunt in een loop zitten. En uh, dat is ook... Kijk, uh, ik, ik heb een spirituele praktijk. En daar werk ik vooral met bewustzijn. En eerst was dat een acupunctuurpraktijk. Toen kreeg ik veel mensen die... Uh, ja, die wilde eigenlijk vooral zet nog even die nazi in mijn nek, want dan ben ik er weer, die klacht weer. Uh, nou, dus uh, had ik op een gegeven moment een heel arsenaal aan, aan uh, vooral ook veel vrouwen, die dan naties in de nek uh, kregen. En dan vroeg ik van god kunnen we, want ik voelde dan toch andere dingen ook die er konden spelen, van van, van ik open dan een beetje van, uh, van uh, kan het daarmee te maken hebben, of nou hadden ze eigenlijk niet zoveel behoefte aan, vooral een behoefte om, om die klachten uh, kwijt te raken. En dat vond ik voor mezelf gewoon onvoldoende. Ik, wilde eigenlijk dus, ik, ik, ik heb dat meer los. Ik zet nog wel eens een naaltje, ook in de huispraktijk. Maar eigenlijk wat minder, omdat ik wat dieper op, op bewustzijnsniveau uh, wil werken. Nou, nu meer coaching, dan heb ik dat meer losgelaten. Maar dat klopt. Hetzelfde geldt, eigenlijk deed ik hetzelfde als wat ik als huisarts vaak, uh, als ik niet uitkijk, doe. Dus alleen maar uh, medicijnen voorschrijven voor, voor de kwaal, zonder dieper op de, op de oorzaak in te gaan. Dat kan, dat kan hè, dat je dat wilde. Maar voor mij is dat ik, ik wil juist ietsjes dieper uh, gaan, wat ik dan dieper vind. En kijken of, of we daar wat mee op kunnen lossen. Dus ik ben het een beetje eens, van, je, het kan zijn dat je gewoon een tijdje in eenzelfde traject blijft zitten. Maar dat is op zich ook niet zo erg. Op een gegeven moment krijg je toch wel weer wat spiegels of dingen van dat je, dat je kunt verruimen. Het is niet van goh, dat is niet goed of dat is niet goed. Het is gewoon wat bij jou past. En dan automatisch, als je met, met dingen bent. Kom je mensen tegen of, of krijg je verdiepingen? Wat ik zeg, ik was, ik was 15 jaar, geloof ik dat 15 jaar, als vegetariër. En echt best wel strikt daarin, weet je? Van, van, uh, en ook dat mediteren. Achteraf, waanzin eigenlijk. Heel, ik zet mezelf helemaal klem. En, en, en uh, ook nog mijn kinderen in de auto, midden in de nacht, weet je die school die stuk, helemaal niet dit. <laughs> Dus ja, maar dat is een bepaalde fase geweest die, waar je doorheen komt. En dan. Uh, ja, nu is het minder uh, rigide, uh, hoop ik toch, met mezelf uh, daarin omgaan. Dus je ja. had eigenlijk ja. die, die, dat moment om vier uur s'nachts in de auto, even als metafoor had je nodig om eigenlijk te realiseren dat de weg van het rigide zijn misschien net iets too much was. Ja, waardoor je ja. misschien daarna wat meer in balans kwam. Ja, want het was nog niet genoeg hoor. Het is nogal gebeurd. Maar dat was zeker een moment. Daar moet je ook wel heel erg om lachen. Ja, kinderen ook wel. Ja, gewoon bizar. Ja, ja, ja. Wat was dat? Um, want jij gaf net aan de, bij die ayahuasca-ceremonie die je had gedaan. Heb je eigenlijk. Ik, ik denk namelijk wel beetje, dat ik ongeveer wel weet wat je bedoelt. Maar. Um, dat je al ervaringen hebt gehad. Uh, jij herkende de ervaring van de ayahuasca eigenlijk uit andere ervaringen. Zeg ik dat goed? Ja. Ja. Wat waren dat voor uh, ervaringen die je dan. Um, want dat was dus zonder geestverruimde middelen dat je eigenlijk die ervaringen van die ayahuasca al zeker, had Zeker. Je hebt dat helemaal niet nodig voor dat soort ervaringen, kan makkelijk zonder uh, die middelen. Ja, dat zijn uh, zielservaringen. Dat je, dat je uh, verbinding krijgt met, met het uh, wezenlijke in jezelf, met de bron in jezelf eigenlijk. Dus in. Uh, Ieder mens uh, heeft een ziel. Je hebt je ziel, je hebt je persoon en je hebt je lichaam. Maar als je in verbinding kunt komen met je, met je ziel... en als die ziel meer door kan komen... dan geeft dat een vrijheid. Dat geeft een vrijheidservaring. Dus dat, die ervaringen heb ik uh, meerdere gehad. En uh, dat, dan begin ik uh, mijn boek mee... met een ervaring in de piramide. Hmm. Ik weet niet die uh, Ken je die ervaring? Ik heb de ervaring, ja. maar het is wel leuk als je hem vertelt. Ik hoopte altijd dat hij uh, aan bod zou komen, want het is wel ja. een hele bijzondere ervaring. Ja, ja. Dus dat was. Uh, ik, ik was eigenlijk toen. Ik had een aantal reizen door Egypte, of de, door uh, India gemaakt. En uh, daar was ik heel erg mee bezig. En, maar toen had ik maar drie weken vakantie. En dat vonden wij te kort om uh, naar India te gaan, dus toen hadden we gekozen voor Egypte. En ik, ik wist eigenlijk niet zo gek veel van Egypte leek mij wel interessant, gewoon die oud-uitkundige gebouwen, die scherven allemaal een beetje bekijken. En, uh, ze bezocht al die tempels en, en het uh, was een, uh, zeg maar een soort van reis achtig reis. Hè? Dus dat je uh, met een groep uh, door een tempel ingejaagd wordt en dan uh, weer verder gaat. Ik vond het echt heel erg leuk. Een van de laatste stukken was het bezoek aan de grote piramide van Kizee. En uh, we waren daar en mijn vriendin die, die wilde eigenlijk niet naar binnen. Dat vond ik al heel raar. Want uh, ik was gewoon uh, helemaal uh, scherp op die piramide. Ik denk, ja, dit ja. is... Uh, dan moet je te ay, op zijn minst daarheen, toch? Ja, dat vond ik ook. Ik was helemaal... Uh, ik stond scherp, dus ik was echt... Maar wil echt niet mee? Nee, prima. Ik kon gewoon niet geloven, maar... Nou, dus ik naar binnen, de piramide in. Dus dan ga je door een opening. Dan kun je... Dan een gang naar beneden. Die gang is eigenlijk altijd dicht. Daar ben ik later een keer terechtgekomen. Dat is onder de piramide. Daar zit ook een put onder de piramide en een rustruimte. ga je nog iets verder omhoog. Echt een hele nauwe gang. Met, met uh, uh, ja, zeg maar honderden mensen loop je naar boven en terug. En in die gang is die zeg maar meter bij meter. Dus als je claustrofobisch bent, dan heb je een probleem. En die komt altijd mensen tegen die het moeilijk krijgen. Dat je dan neiging hebt, zoals ik, dat je toch denkt... Van, nou, moet ik die niet helpen of zo? Dan, dan gaat het een hele lange tocht uh, duren voordat je, uh, <laughs> voordat je boven bent. En uh, nou ja, uiteindelijk kwam ik dan in de, in de koninginnenkamer aan. Het is een hele... Uh, ja, die zit eigenlijk op een uh, derde. Een hele mooie kamer met een uh, schuindak. Een hele mooie akoestiek. Uh, liefdevol gevoel. Verder naar boven door... Uh, ja, nog galerij ga je dan eigenlijk, heen. Die, die is, uh, daar liggen, in al die dingen liggen uh, houten plankjes, of dat oorspronkelijk trappen, die, die zitten er dus niet in, hè? Oorspronkelijk. En er zit, is ook niks te zien in de piramide. Ik ben er dit jaar geweest, hoe zei die vrouw, je hoeft helemaal niet naar binnen is is gewoon niks te zien. Opgelost. Die snapte er ook niks van dat, dat ik, ik mijn zoon pers in de binnen wilde en ook nog in die kleine piramide. Maar goed, had ah. <laughs> iets van die, gast zijn gek. Maar de eerste keer kwam ik dus aan in die grote piramide, in de, in de Koningszaal. En uh, een ruimte, zeg maar, uh, zo twee keer deze studio. Twee of drie keer deze studio, maar wel uh, ook langwerpig. En er waren ongeveer uh, maar 300. Uh, het zat gewoon helemaal vol, die ruimte. 300, man in die ruimte. Uh, voornamelijk, dacht ik, uh, mensen uit Oost-Europa, Russen of. Uh, ja, dus ik ging zitten op de grond. Het dus een hele klamme uh, ruimte. Uh, is, is zoiets als een stoombad. Zo is het eigenlijk. Met, uh, de wanden zijn rood graniet. Alles is rood graniet, uh, Ontzettend glad. De vloer de, de ook. King's Chamber. King's Chamber, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Die noemen we de King's Chamber, maar dat hebben we gewoon verzonnen. We mm -hmm. weten niet wat dat is. He, dat, dat wordt de Koningskamer. Net als de koning. Het zijn namen die wij eraan gegeven hebben. Maar hoe ze oorspronkelijk heette, weten we niet. Maar ik ging daar zitten en uh, gewoon om even ook bij te komen van die hele klim. En om even te voelen hoe die sfeer er eigenlijk was. En even rond te kijken. Ik vond het wel amusant, al die mensen daar in die ruimte. Maar in nood dan gingen al die mensen naar buiten. Waarom, geen idee. Maar alles verdween naar buiten. Ik was nog alleen in die kamer. Met een, uh, met een bewaker. Die had ik daarvoor nog niet gezien, maar die kwam op me af. En die uh, begon te zwaaien met een uh, dollarbiljet. En te wijzen op de sarcofaag. Want er stond een. Ja, een kist eigenlijk, een beetje uit het centrum, niet in het midden. Een uh, genieten uh, ja, uh, kist, doos. Of de sarcovaag, dat weet ik niet, want het is helemaal niet beschilderd, niks. Maar ik zag het toen als En Maar ik dacht, die vrouw is gek, want ik, ik ga echt niet uh, daarin liggen. Hè? Ik ga niet in een gaf van iemand, uh, helemaal niet in Egypte, waar dat allemaal uh, misschien best wel heel gevoelig kan zijn. Maar goed, uh, bleef maar doorgaan. En ik denk, nou, geef hem in ieder geval 10 dollar, dan is hij in ieder geval stil. Dus toen kon ik naar die sarcofaag toe en toen was ik toch wel heel benieuwd. En er was nog steeds niemand in die ruimte en ik voelde zo. Die, die, dus nou, voelde ik het wist, lag ik er toch in. Dan ging ik hem onderzoeken en ja, je ligt in een, een soort van badkuip. He, het werd eigenlijk omhuld. Uh, ik uh, ja, ik, ik gleed eigenlijk in. Uh, in meditatie deed mijn ogen dicht en ik uh, verloor het bewustzijn. Ik, ik, ik zakte de aarde in, ik zakte helemaal omlaag ik, en tegelijkertijd ging ik uh, omhoog. Dus ik ja, je zou kunnen zeggen, andere dimensie, hè? wat je met mediteren kunt hebben. Dat, dat je eigenlijk tijd, tijd bestaat dan niet meer, gaat voorbij de tijd. Dat had ik daar eigenlijk ook. Ik weet nog steeds niet precies wat er gebeurde, maar toen ik weer kwam zat die hele kamer in ieder geval weer vol met mensen en die keken allemaal in de sarcofaag. En uh, dus ik, ik, ik weet ook niet hoe lang het gebeurd heeft, maar ik stapte uit die zak vaag. Ik dacht, nou, ik ga even meteen naar buiten. En, uh, <laughs> en het heeft best wel even geduurd voordat ik dat überhaupt dat een beetje kon verwerken, wat dat nou was. En, uh, mijn vriendin vroeg buiten: Goh, was het binnen? Was ik zo'n maand prima. Ja, van, uh, echt pas na een paar dagen dat ik het zei. Van, van wat er, uh, als zoiets gebeurt, dan heb je toch dat je, tenminste heb ik dan, dat je eigenlijk, uh, ja. Ontzag hebt mm. voor de grootheid zal ik zeggen. Ik heb minder van kijk, maar eens dit hebben of zo. Dat, dat je eigenlijk minder, minder voor mij is dat, werkt minder op mijn ego, dat het zo groot is. En uh, ja, daarna is, is, dat was mijn beginpunt van ontdekkingen in Egypte van de mysteriescholen. Dus daarna ben ik uh, vaker teruggegaan, vaker in de piramide geweest, maar ook in alle andere tempels geweest. En, en in die Tempels uh, maak je daar is duizenden jaren in gemediteerd. Hè? de Egypten duizenden, duizenden jaren bestaan. Langer dan we aannemen. En je voelt eigenlijk die energie. En ik nam het beeldje Maat mee. Uh, Maat staat voor uh, godin van de waarheid, godin van prachtigheid van uh, de kosmische orde. En. Uh, in tempels waar een bepaalde goddelijke kracht uh, zeg maar centraal staat, daar kun je die kracht voelen. Dat, dat voor mij, sommige mensen denken van goh, de Egyptenaren aanbaden beelden of aanbaden goden. Uh, zoals ik het zie is dat ze zich verbonden met met uh, archetypse krachten hmm. die, die 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 er gewoon zijn en die zij personificeerden in de vorm van van een een beeld. In het geval van Maat, in een beeld met een, een vrouw met een veer. Veer op, het, op haar hoofd, een veer van de waarheid. En uh, daar kun je dus verbinding mee maken met die energie in jezelf. Dus je leert jezelf beter kennen. Dus bijvoorbeeld in die piramide had ik die ervaring. Maar er zijn veel meer mensen die dit soort ervaringen gehad hebben in de piramide, of in andere piramides of in tempels. Als je een reis maakt, we reis met mensen gemaakt. Heel vaak maken mensen dingen mee. Mm -hmm. Het gaan wordt ze heel emotioneel. Of ze komen bij een stukje pijn, verdriet of juist uh, boos. Dat soort dingen. Omdat ze aansluiten bij die energie. En, uh, nou ja, ik, ik nam maatstap, dus die veer van maatstap op de voorkant van mijn boek. En dat heeft te maken met, dus maatstap voor karma. Hè? Dus, dus de, de weging van het hart in, in Egypte. Dus als je overlijdt, dan wordt uh, je hart, de inhoud van je hart wordt gewogen tegen de vier van maat. De inhoud van je hart wil zeggen, dus de dingen die jouw bewustzijn, de staat van jouw bewustzijn, jouw geweten. Is je bewustzijn helemaal vrij, is het helemaal leeg, dan uh, is het net zo licht als de vier van maat en word je één met de godensterren en Je zit Is er gehechtheid aan, dan mag je weer terug naar de aarde, volgende cirkel, volgende ronde. Niks aan de hand. Zoals jij en ik, zoals we hier zitten, gaan we gewoon weer uh, verder kijken of we op kunnen pakken. Ja. Uiteindelijk lijkt dat toch ook wel op wat ze in, in, in India en, en in het Oosterse... Uh, qua uh, reïncarnatie, uh, leren, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik vind uh, heel veel van uh, Hindoeïstische, Vedische cultuur gewoon sterk overeenkomen met de Egyptische. Alleen voor mij is. Uh, Kijk, ik ben geen Indiër. Nee. Ik, ik, vond, ik vond een ashram. Mensen hebben een ashram gewoon. Dus ashram is gewoon een klooster eigenlijk. Mm -hmm. een klooster. Die vinden dat uh, uh, heel, heel uh, streng of heel, heel moeilijk. Dat vond ik helemaal niet. Ik vond het eigenlijk, uh, ik vond het eigenlijk super, super tof. Je, je, je mediteert, je doet je, je, doet je ding. En uh, je krijgt je eten en uh, afgestemd eten. En je komt steeds dichter. En, en dat is een hele fijne energie. Dat is wel iets wat bij mij past. Maar die Egyptische uh, gode cultuur is veel meer eigen. Ik kreeg ook meteen al, je had ik trouwens in India ook nog, maar ik kreeg allemaal dromen, uh, uh, verdiepingen van Egypte. Dus dat zit meer in mijn karma, zit meer in mijn vorige leven, zal ik zeggen. Mm. Daardoor heb ik meer verbinding met die cultuur. Maar er is geen niet van de Egyptische cultuur het zou beter zijn dan de nee, Wezen. Nee. Zeker niet. Dat is gewoon eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon dezelfde lijn. In die zin vind ik christendom eigenlijk ook dezelfde lijn. Als je kijkt naar de oer-christenen dan. Niet zo zie je naar nou al die instituten van uh, Katholiek, Protestanten. Van, het is eigenlijk meer het instituut dan. Maar als je naar, naar Jezus zelf kijkt, je kijk naar die energie. Dan komt hij eigenlijk overeen. Uh, wat mij betreft, met, met dezelfde filosofieën van uh, Oud-Egypte en van uh, India. Ja. Ja. ja, en uiteindelijk Boeddha en, uh, en, en, en Mohammed en Jezus. Ik bedoel, uh, dat als je dat allemaal glad strijkt, dan lijkt het natuurlijk allemaal veel op elkaar. Toch? Ja, ja kijk, uh, Boeddhisme, de Hindoes zien Boeddha gewoon als een. Uh, uh, dacht ik, als een, uh, als een God eigenlijk. Hè? God in het Hindoeïsme. Dus dat past helemaal in dat gebeuren. En zoals ik het zie, uh, dus de joods-christelijke-islamitische uh, cultuur is eigenlijk één lijn. Mm -hmm. hè? Dus Jezus was een uh, joodse man. En alleen de Joden zien hem niet als, uh, als de Messias. En uh, de moslims zien Jezus ook niet als de Messias. Die zien maar die. In de Koran worden heel veel stukken aan Jezus toegeschreven. Het is een hele belangrijke figuur in, uh, in, het, uh, in de islam. Het is gewoon een heel, uh, heel grote uh, meester uh, voor hun. Maar uh, Mohammed is, is uh, uh, ja, de, dan de messias. Maar het is eigenlijk één traditie, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Wel een andere traditie dan uh, de, de Vedische traditie. Maar er zitten veel, heel veel overeenkomsten ja, tussen, uh, tussen die stromingen. Maar voor, ik, ben, ja, ik ben eigenlijk met beide bekend. Want ik, veel, ik heb veel gedaan, ook in die Vedische cultuur. Maar dit is voor mij meer eigen. Ja. ja, ik moet wel zeggen dat ik vind het wel, um, als ik, uh, ik heb dat Egyptische, dat, is, dat trekt mij dus ook gewoon altijd. En nog, ook toen ik heel klein was al. Ergens, het, het heeft zoiets, ik kan denk ik niet zijn woorden omschrijven wat het is, maar ik werd er altijd naartoe getrokken. Um, en nu, zoveel jaren later, helemaal. Omdat nu, als je er een beetje in gaat duiken, van hé, hey, maar wat is dat dan met dat Egypte en die piramides en zo? Nou, dat daar dus geen eenduidig antwoord in zit, hoe dat precies allemaal uh, gekomen is. En jij zegt het zelf ook. Ja, je hebt eigenlijk geen idee wat een piramide nou precies is. Of, of, maar laat ik de vraag stellen, weet jij wat een piramide precies is eigenlijk? Ja, een piramide is gewoon een gebouw volgens de piramidevorm. Dus je hebt, je hebt heel veel piramides uh, in Egypte. En de piramides van de vijfde dynastie dus die piramides van Unas, daar staan de piramideteksten in, dat zijn graven. Dus daar, daar zie je dus een, uh, een sarcofag in staan met teksten van de, uh, de wat. Dus dat zijn eigenlijk tips en tools voor de overledene van waar die doorheen gaat. Dat is het Egyptische dodeboek. Het Egyptische dodeboek helpt eigenlijk degene die overleden is door verschillende fasen heen te komen. Dat staat in die piramides beschreven. Dat zijn teksten van, uh, ik dacht, 2300 jaar oud. Dus wat we weten van Egypte weten we uit, uit teksten, alleen zij spreken in beeldtaal. Ja, ze hebben ze het hebben hieroglyfenschrift. Hieroglyfenschrift, dat is, uh, uh, dus je ziet bijvoorbeeld een tekening van een jakhals. Nou, dat is dan Anubis. Dat kan Anubis betekenen, kan jakhals betekenen. Kan spijsvertering betekenen. Kan uh, gids betekenen. Dat is afhankelijk. Jakhals vindt zijn weg altijd terug naar huis in het donker. Jakhals begraaf zijn prooi eet hem later weer op. Dus er zitten allerlei kwaliteiten in die energie, zal ik zeggen. En afhankelijk, je, je kunt dat voelen. Daarnaast, naast dat hiërogliefen hebben ze ook hieratisch en demotisch schrift. Zij konden gewoon heel goed schrijven. Maar dat schrift is die extra dimensie zit erin, die bewustzijndimensie zit erin. Dus als je dat helemaal letterlijk op gaat pakken, dan, dan mis je de essentie eigenlijk uh, van uh, de bedoeling. Maar piramides, dat zijn gewoon die vormen. En, en als je dat ziet, hè, dus je hebt een, een driehoek en daaronder een vierkant. Dus het, het brengt eigenlijk uh, energie van uh, hogere energie op aarde. Het verbindt hemel en aarde met elkaar. Dat is voor mij een piramide. Maar de piramide van Gizeh, dat is weer een andere verhaal. Dat zijn piramides waar geen grafteksten in staan. Dat zijn piramides waar dus ook geen mummies in teruggevonden zijn. Er zijn piramides waar geen schatten in teruggevonden zijn. Dat is eigenlijk niks teruggevonden. De grote piramide van Gizeh zijn drie dingen in teruggevonden. Dat is een genieten bal van 600 gram. Dat is een koperen haak. Die liggen allebei in het uh, Britisch Museum in uh, Londen. En dat is een heel klein uh, stukje hout, zederhout. Dat zijn ze kwijtgeraakt. Dat werd gevonden, ik geloof in Dublin, in een sigarenkistje. Hebben ze onderzocht. <laughs> Het schijnt, uh, ik geloof, 3200, 3.300 3200 voor Christus zo, zo oud schijnt het te zijn. Dus het is ouder dan de piramide zelf. Voor de rest hebben ze niks gevonden in die piramide. Als je kijkt naar de koningskamer, dan staat die sarcofaag of, of die kist, die daar staat iets groter dan, dan, dan de ingang. Dus die moet er al gestaan hebben voordat die ingang klaar is. Het is ook gewoon heel raar, want boven, dus als je naar het plafond kijkt, zie je gewoon dus een granieten platen, maar daarboven liggen, uh, iets van vijf enorme, uh, massieve, uh, ja, soort van steun, steun, uh, steunpilaar of steun, steun, ja, vijf boven elkaar. Dus uh, waar, je verwacht dat het met enorme krachten te maken heeft, van, van, uh, ook van graniet. En eentje daarvan is kapot. Hoe dat kan, weten ze eigenlijk ook niet. En dan vanuit die kamers, dus vanuit die koningskamer en vanuit de Koninginnenkamer... Gaan, uh, ieder gaan twee gangen, twee kleine gangetjes gaan naar de sterren. Die staan in verbinding met, dus in de Koninginnenkamer met Sirius en met Kleine Beer. en in de Koninkamer met dus Orion en de Polster. En als je dan kijkt, staat die, die, die de piramide staat precies noord-zuid opgesteld. Hè? Er zitten allerlei wiskundige formules ingeslagen in de, in de piramide. Hè? Dus de gulden snede, vier getal, uh, Pythagoras zit erin. Akanada, bijvoorbeeld, zeker, dat zit allemaal in die, in die piramide? En hij staat precies op het midden van alle landoppervlakte. Dus als je alle landen bij elkaar staat hij gewoon in het midden daarvan. Hoe kan Hadden dat? De hele wereld genomen. Toch? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Hoe kan ja. dat? Ja. Hoe kan dat allemaal? En wat zijn dat? Voor dingen gewoon, naam. We hebben gewoon geen idee. Ja, dat is een graf, dat is een graf, hè? maar er staat nergens van. En de Egyptenaar die verlasten best wel op van uh, als ze een graf hadden. Hè? Het stond echt wel hun naam op. Er staat nergens van: dit is het graf van Geops. Geops heeft daar misschien restauratiewerkzaamheden aan gedaan. Dat, dat staat wel, maar in mijn ogen is het echt niet zijn graf. Het heeft geen enkel kenmerk van een graf. Wat voor kenmerk heeft het? Ik was dus begin dit jaar met mijn kinderen daar. En ik wilde graag er weer in, want die, die gids zei ook, Wat ga je doen, weet je. Het is gewoon niks te zien, je hoeft er echt niet in. <laughs> komt niet helemaal hier om niet, te... nee, nee. We gaan en we gaan ook die andere periode, echt, echt waar. Ja, maar het is een dubbele prijs, dubbele prijs. Hè? Nou, die zien er beide hetzelfde uit. Ook die kleine periode, die hebben allemaal van binnen dat, 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 ja, die gaan niet te platen allemaal. Het lijkt eigenlijk een soort van krachtcentrale, zoiets, daar komt het op neer. Dus ja, wie ze gebouwd heeft, weten we eigenlijk niet. Hoe oud ze zijn, weten we niet. Waarvoor ze dienen, weten we ook niet. We weten wel dat het echt heel erg uh, specifieke, oeroude uh, ge gebouwen zijn. Waar, uh, ja, je niet weet hoe oud ze eigenlijk precies zijn. Dat is en Wat ik het gekke vind, is dat, ja dat dat zo dat dat we dat dat is het eigenlijk onze onze waarheid die ja. die de, de, de nou waar... en en dat het dus door slaven hoe ver want die want één ding is zijn is ook de mainstream het over eens. die blokken die komen niet daar uit de buurt dus, dus ik weet even niet hoeveel kilometer dat verderop ergens aan moest zijn gekomen maar volgens mij aardig ver weg uh, dus het, het mainstream narratief is dan dat ze slaven die blokken hebben laten slepen van weet ik het waar vandaan en dan in perfecte Afmetingen ook nog eens bovenop elkaar, dus schuin op hebben opgestapeld, totdat het een piramide is gaan vormen. Toch, dat is het mainstream narratief. Ja, dat is, dat is gewoon onmogelijk. Als je kijkt, uh, onder de piramide heb je ook nog een grot. Hè? En in die grot zit eigenlijk een put. En, en daar is gewoon water, dat zie je. Er is water geweest en daar zijn dus uh, gangen. Onder, onder Gizee zijn allerlei gangen um, die met elkaar verbonden zijn. Waaronder de Orionschacht, die leert op 35 meter diepte. En die hebben allemaal zijschachten. Dus dat is geen theorie of zo. Die, die, die zijn gewoon bewezen dat die er zijn. Er zijn foto's van. En je kunt ook als je een bepaalde kant loopt, kun je ze, kun je ze zien, zou ik zeggen. En dan voor... Dus je hebt de Sphinx die ervoor ligt. En dan voor de Sphinx ligt de Verleid-tempel En um, dus niet de, de, de Sphinx-tempel, nee, de Vallei-tempel. Daar heb je ook weer die enorme blokken van rood uh, graniet. Die blokken heb je ook in Abidos, waar, waar het Oceairion uh, ligt. Dat is weer een hele tijd verderop. Maar dat zijn blokken die zijn, uh, zeg maar, in, bestaan soms uit, uit wel acht hoeken of zo, dus dus je hebt een blok die die, die zo en een ander ligt daar naadloos op mm. en dat is dan een soort taart helemaal gebouwd dat je de, hoe hoe dat zou zo ze zou dat zo uitgehakt hebben en dan zo waarom zouden ze dat gedaan hebben en, en hoe hoe dan nog hoe kun je dat zo doen dat is echt keizware beton hè dus uh, ja bizar dus dat dat mijn verklaring is dat uh, we eigenlijk ja dat we dus niet weten hoe dat uh, gebouwd is maar uh, Plato schrijft over uh, um, dat uh, dus, uh, Egypte, dat daar uh, kolonisten uit Atlantis uh, neerstreken. Hè? Dus uh, in, in Timeus en Critias uh, beschrijft hij dat. En dat Atlantis lag voorbij de zuilen van Hercules, dus voorbij de straat van Gibraltar in dat Atlantische Oceaan. En uh, dat. Uh, hij beschrijft ook gewoon hoe het hele leven daar is en hoe, uh, dus dat daar bergen zijn, dat er uh, uh, rivieren zijn, uh, olifanten, uh, paarden, uh, hoe de tempels eruitzagen. Dat waren ook piramides. Daar piramidevormige tempels, hoe de hoofdstad eruitzag. Dat beschrijf je allemaal in, in detail. En dat uh, hij dat geleerd heeft van zijn uh, grootvader, overgrootvader Solon, die, die, die dat geleerd heeft in Egypte. En dat dus kolonisten die kennis vanuit Atlantis naar Egypte gebracht hebben en dat die uh, ook die piramide gebouwd hebben dat ze veel ouder zijn dan uh, die uh, 2400 voor christus kijk voor uh, egyptologen en uh, zeker egyptische egyptologen is dat heel moeilijk aan te nemen omdat de islam zegt dat de aarde is geloof ik maar 4000 jaar oud of zo dus dan ga je buiten dan ga je buiten dat geloof Dus dat dat kan dan niet als je kijkt gewoon naar, naar Sek, naar Plato. Kijk heel veel van Plato wordt, is, is eigenlijk een befaamde uh, filosoof. Hè? De leerling van uh, Socrates. Is, uh, uh, dus er wordt helemaal niet in twijfel getrokken. Op zijn minst wordt dat als. Uh, dat is fascinerend aangenomen. He, de allegorie van de god. Dus dat, dat mensen vastgeketend zitten aan de muur. En dat ze niet anders weten dan, dan de schaduwen van, uh, kent het, hè? Van, van, van de kaarsen. Ik heb er een hele theater dat... toe omheen gebouwd afgelopen uh, februari en <laughs> <in> maart. Dus <laughs> ik, ik nou, zit mijn hoofd bij me op te dreunen. Oh, het, uh, oh, het oh, okay, ja, maar het is een hele goeie. Het gaat door. Het is een hele goeie. Het is, het is, goeie. Die, ja. die is fantastisch. Nou, dus ja. iemand bevrijdt zich. Die loopt naar buiten. En die, die ziet het licht. En die gaat terug vertellen aan, aan de mensen. Van god er is licht buiten. He, dus het licht van de ziel is, dit is mogelijk. Die mensen, die, die bevrijdt die. En die mensen, die, 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 nee, die willen liever blijven wat ze, wat ze kennen. Dus die blijven eigenlijk in die, in die schaduwwereld zitten. Die, die Plato, die beschrijft nog een heleboel andere dingen. Maar diezelfde Plato, die beschrijft over Atlantis. En dan zijn er dus uh, historici en mensen, nee, die platen. Die, 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 de rest is prima, maar dat kun je niet serieus nemen. Dat is, ja. Heel selectief opeens. Heel, heel selectief opeens. Uh. En, en, het, nou, maar die beschrijft dus, dus dat is eigenlijk de, de, uh, waar ik, wat ik als verklaring uh, heb van hoe de piramiden uh, uh, um, gebouwd zijn. Door technieken die, die met antizwartkrachtmiddelen uh, te maken hebben. Lijkt mij, ik kan niet bewijzen of zo, maar het is zo ongelooflijk. En. Ook, dat sense. Dat Als jij een cultuur hebt, die heeft altijd een opbouw hè, en, en dan wordt het meer, en dan wordt het weer minder. En dan. Hè, die start nooit in één keer pas met, met, met uh, de grootste piramide die er zijn. Dat, dat is de verklaring. Je hebt, je hebt eigenlijk niks, dan boem piramide, en dan wordt het alleen maar minder. Daar geloof ik niet in. Dus die piramide zijn gewoon ouder dan de cultuur die wij, die wij kennen. En er is, het zou heel goed kunnen dat ze voor meerdere dingen uh, gebruikt worden. Zijn, zijn, kijk, je hebt gewoon de, de complete verklaring, maar je hebt ook de alternatieve verklaring. Ja. Hè, van van en, en dat is dus spectaculair wat, wat er allemaal... Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, daar is met water gewerkt als, als kracht eigenlijk. Hè? En dat zou best wel kunnen als je dat gebouw bekijkt. Omdat het is dus helemaal niet Van binnen heeft die, die gids gelijk. Het is eigenlijk geen mooi gebouw van binnen. Ziet er niet uit? Je hebt gewoon allemaal van die, van die gangen. Het is fascinerend, maar dat is wat anders. Die, die piramide van Unas is. En überhaupt die, die tempels. raakt raak je hart. Dan gaat je hart open. Dan voel je die liefde als het ware. Dat heb je in de piramide. voel je heel sterk de energie. Als je in de koningskamer. dan kun je checken. die energie is heel sterk daar. Maar je hebt niet die, die schoonheid. Die, die liefde van, van die cultuur. Mm. Die, die, die heb je daar eigenlijk niet. Dus het zou kunnen. Mijn eigen ervaring zegt me maar, ja. Het zou toch ook wel kunnen dat ze dit gebruikt als, als om mensen te trainen om te gaan met hun eigen energie. Dus als je in zo'n krachtveld zit, dan wordt die energie van hemel wordt versterkt naar de aarde, dus die versterkt in jouzelf dan die verbinding. Je zou kunnen zeggen, kundalini en kosmische energie stromen gewoon weer door in, in dat veld. Dat geloof ik wel. Dat er dat, 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 dat trainingen zijn geweest om mensen uh, om te leren gaan met, uh, met hun eigen krachten, zal ik zeggen. Ja, dan heb je de, de Sphinx er nog voor liggen. Dat is ook weer een heel verhaal, want, want de Sphinx, daar is watererosie op te zien. Ja. Dus dan zeggen ze van, goh, die water heeft daar nooit geregend, behalve uh, bij de laatste eidstijd toen die afliep, toen is daar heel veel regen geweest. Dus dan zou die Sphinx daar toen al hebben uh, moeten liggen. Dus die Sphinx, die is dan uh, veel ouder dan aangenomen wordt. Die zou wel eens 10.500 voor Christus gebouwd kunnen zijn. He, want want je hebt die regens, en, en voor die regens moet die er geweest zijn, want anders kan hij nooit die nooit dus al die erosie gehad hebben. En die piramides die staan volgens Orion opgesteld. Dus het sterrenbeeld Orion, die lijn hebben zij op aarde. Alleen de lijn van Orion 10.500 voor Christus. Dus het kan best zijn dat ze uh, rond die tijd uh, gebouwd zijn, samen met de Sphinx. En de Sphinx zou ook nog best eens een leeuw kunnen zijn geweest, want die is gebouwd in het tijdperk van de leeuw. Ja, dat die naar de hand bijgewerkt is tot het gelaat van de Sphinx. Dat verklaart die proporties eigenlijk van, uh, van het hoofd van de Sphinx. Ja, want eigenlijk kloppen die nu niet, toch? De proporties. Nee, ik vind, ik vind wel als je de Sphinx ziet, uh, heel erg mooi. Het hoofd is, is uh, heel veel liefde straalt in die ogen. Het, het is eigenlijk ongelooflijk, want het is zo'n zachte blik. Uh, Zo'n massief beeld. Maar de proporties kloppen niet. Want het hoofd is veel te klein voor, voor het lijf. Het nee. Een mooie groot lijf, heel klein hoofdje. Ja. Ja. Maar als het klopt, hè, wat je zegt. En, um, ja, kijk, helemaal achter. Ik ben wel benieuwd. Er zijn er natuurlijk wat andere theorieën over. Maar. 10.500 jaar voor Christus... Door die, door die watererosie waar ik het net over heb... maar ook nog andere dingen die erop duiden... dat het ongeveer uit die tijd zou komen... zou er dus een beschaving zijn geweest in Egypte... die dus die conclusie moet je dan trekken... technologisch ja, verder zijn geweest dan wij... want wij zijn nog steeds niet in staat... om zo'n piramide te herproduceren... Um, op de manier hoe zij dat hebben gedaan. Ja. Dus de conclusie die je dan zou moeten trekken is... 10.500 jaar voor Christus... was er een beschaving die technologisch verder was... dan wij die in staat zijn geweest... om dit soort dingen te produceren. Toch? Kijk, de, de Egyptische beschaving... was sowieso verder dan wij. Voor, voor mijn gevoel. Waarom? Omdat zij veel meer verbinding hadden met hun bezieling. Het is een beschaving waarin de ziel centraal staat... vandaar dat ik dat beeldje meenam. Dat, hmm. Dus de bedoeling was... als je in Egypte leefde en geboren, dat je maat volgde. Dus dat je afstemde op uh, de grote maat in jezelf. Dus je uh, zou kunnen zeggen dat je leeft vanuit je ziel, dat je ziel dat dat gevoel. In onze maatschappij draait dus ook zo'n collectief gevoel hè, dat je met elkaar bent, je bent met elkaar in verbinding. Die, die, al die gebouwen staan rechtstreeks in verbinding met de sterren. Die staan niet zomaar leuk raak wat opgesteld. Nee, ook de, de hele schrift weerspiegelt weer al die verbindingsfactoren als je dat leest. Dus dat zul je misschien ook hebben. Als je kijkt naar, naar hieroglyfen, het doet iets met je. Mm -hmm. van, van, ik weet vaak niet wat, want ik, ik kan, maar, maar ik voel het. Mm -hmm. En dat heb ik ook met van die, van die afbeeldingen. Ik, vind, vind, ik voel het. En dan leg je het soms wel uit. En soms is het jammer, want dan, dan ga ik weer meer naar mijn hoofd. Ik, als ik het voel, heb ik eigenlijk meer aan. bij Hun draaide heel veel om het gevoel. Zij dus zeggen ook van, alleen met je hart kun je goed denken. Het hart draaide alles om. Alles draaide om het hart. En dus in die zin vind ik die cultuur gewoon überhaupt verder dan, dan wij. Kijk, wij hebben een, een, een ja, materialistisch-kapitalistisch-consumptief systeem, systeem. met ook een materialistisch-consumptieve geneeskunde die eruit voorkomt. Hè, en ook uh, een geneeskundige industrie, farmaceutische industrie. Dat hangt gewoon samen. Sommigen nou, zeggen, het zijn de slechtrikken. Nee, dat hangt helemaal samen met ons hele systeem. Want, want wij, hebben, wij zijn die verbinding eigenlijk kwijt in ons systeem. Zij hadden die in verbinding centraal staan. Hun kunst weerspiegelde eigenlijk hoe zij in het leven stonden. Hun wetenschap draaide erom. Hun, hun, hun beleid draaide erom. Bij ons is het eigenlijk gewoon zand. Het is gewoon willekeurig. Als er een epidemie komt als corona bijvoorbeeld, dan zou je kunnen zeggen van. Uh, als zij dat hadden, want zij hebben ook al dat soort dingen gehad. Van is, we zijn ergens uit balans. We zijn ergens zijn wij niet meer in verbinding met met Onszelf en met die onderliggende trilling we zijn eigenlijk uitverbinding met natuur. Mm -hmm. We zijn gewoon natuur en en we maken deel uit van de natuur. We zijn ook niet meer dan natuur, niet meer. we zijn gewoon maar. We zijn daar. Er, er is iets wat we mogen herstellen. En nee, wat gaan wij doen? Wij gaan nog meer mechanisch we gaan uh, isoleren. Uh, wat al wat staat trouwens ook de, wat wat maar de mate waarin is bizar. Uh, ...middelen inzetten, niet zozeer naar het leefstijl kijken. Dus, dus vaccineren... ...ik ben niet tegen vaccineren... ...als een vaccin veilig is. DTP-vaccin is in mij ook... ...red leven, zet polio... Uh, ...kinkhoest, uh, tetanus... Hè? ...dat is toch wel fijn dat je daar iets in kunt doen. Dus ik heb niet iets echt tegen vaccineren. Maar in dit geval... Zou je kunnen zeggen, ja, is dat vaccin helemaal veilig? Is dat vaccin helemaal... Weten we zeker dat het het gaat doen? Doet het het ook? Kunnen we achteraf zeggen dat het het gedaan heeft? We zaten eerder al helemaal in de boot met die Mexicaanse griep. Ook miljarden er tegenaan voor een griep van, van, van helemaal niks. Hè, weet je, violentie veel minder dan de gewone griep. Dat zijn onze omgangsmiddelen met, met dat soort... Er wordt niet gekeken naar leefstijl. Ik zie niet iemand zeggen van, goh kijk eens... Uh, de meest simpele variant van of je gezonder kunt eten, of je af kunt vallen, of je uh, uh, af en toe wat, wat mindfulness kunt doen, daar is al heel veel preventie mee te winnen. Mm -hmm. he, want, want wat ligt er op de isoleren, wat ligt er he, in de IC, dat zijn wel mensen met risicofactoren. Vaak mensen met overgewicht, gewicht, met, met uh, diabetes, met hypertendenten. Delen hele. Maar die kunnen heel veel hebben aan leefstijl. Egypte ging anders met dat soort dingen. Ging dan kijken van goh, wat, wat, hoe zijn we uit balans? Hè? Dus ze gingen offeren, maar ze gingen ook kijken van, van, van andere koers. Natuurlijk heb je daar ook over duizenden jaren en allerlei uitwassen en toestanden. Maar dat is wel de uitgangspunt van die cultuur. Dus ik vind onze cultuur. Vind ik niet superieur aan, aan de Egyptische cultuur. Wij, wij denken dat we superieur zijn. Mm, maar ik, dat is ons probleem. Ik, dat is ons probleem. Ja, dat is ons probleem. Ja. 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 En, en waarom zouden niet? Hè, dat vind ik ook zoiets. Ik, uh, ik geloof dat de mens 3 miljoen jaar bestaat, hè, dacht ik. Nog langer als je uh, mensachtige, ik geloof 15 miljoen jaar of zo. Dus met homo sapiens dacht ik dat aanwijzingen zijn 3 miljoen jaar. Of, uh, het is echt best wel lang. Uh, um, Eerst was het 100.000, 200.000. Ik geloof dat in Marokko iets gevonden is. Dus echt, echt wel lang uh, bestaan. Dan zou dus alleen die laatste 2000 jaar... of, of pak hem dan beet, laten we zeggen 4000 jaar... zouden we, uh, daarvoor zitten, hebben we gewoon alleen maar rond een kampvuurtje gezeten... en, en uh, gewoon uh, in, 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 een soort van oer bestaan hebben gehad. Nee, nee daar geloof ik niet in. Die, die ijstijd heeft natuurlijk heel veel gedaan. Waarom zouden niet een grote beschavingen... voor die ijstijd kunnen zijn geweest... Mm -hmm. Lijkt mij eigenlijk logisch. Nou, je, ziet, je ziet nu ook veel meer nog steeds geen mainstream, logie, mainstream archeologisch bewijs. Maar het begint richting mainstream archeologisch bewijs te komen. Met een Graham Hancock en dergelijke, die uh, ja, wel zo overduidelijk laten zien dat er iets van een zondvloed geweest is. Ja. Um, en wat eigenlijk ook weer in lijn ligt met, met wat jij net vertelde over, uh, over Egypte en de piramides... dat je er eigenlijk ook niet echt meer omheen kunt, zeg maar. Dat mensen nog een beetje vast proberen te houden aan het, uh, aan het narratief dat het allemaal niet zo is. Maar volgens mij kon je, kon je daar niet meer omheen dat dat, dat dat er ooit heeft plaatsgevonden. Ja, ja hij heeft hij fascinerende documentaires. Dat uh, ja. klopt. Dus uh, ja, ik, ik, ik heb het idee dat, kijk, er is gewoon angst om, om ons uh, mensbeeld en ons wereldbeeld los te laten... Maar eigenlijk is dat niet wetenschappelijk. Hè? Kijk, als je echt een wetenschapper bent, dan ga je onderzoeken van, van goh, dit, dit, wat is de waarheid? Hè? Wie, wie ben ik? Wat, hoe zit het in elkaar? En nu heb je eigenlijk een bepaalde verklaring. Maar die verklaring, daar zijn, ja, zijn allerlei uh, aanwijzingen dat die niet helemaal klopt. Mm -hmm. Dus, dus de, ja, ik vind dat wel meer onderzoek mag gebeuren uh, naar of, of het überhaupt klopt. Uh, in, Egypte, de, bijvoorbeeld die, die dat gangstelsel onder het Plateau van Gizeh, daar dat mag niet naar onderzocht worden. Hè. Hmm. Dat is uh, ja dat is jammer. Wat, ken jij het werk ja. van uh, Zachary Stitchin? Ja, ja. Wat, uh, wat, wat vind je daarvan? In, zeker in, in verhouding met, uh, met, met Egypte interessant, denk ik. Het is interessant, maar ik vind ja, het is ook al. Ik kan het soms niet helemaal volgen. Hmm. Um, het is in ieder geval een opening naar, naar, naar dat er iets anders kan zijn dan wat we aannemen. En uh, kijk, Jacob Slavenburg, hè, die bij oh. jou geweest is, die vind ik dan, ja, die vind ik eigenlijk fascinerend, want die onderbouwt ook veel meer. En of ik me niet goed gelezen heb, want ik, ik kreeg die boeken van mijn vorige uh, uitgever, hè, van uh, Obelisk, uh, boek, kreeg die. ja, ik denk, ja, waar, waar, waar zit hem... Ik vind het te weinig onderbouwd. Voor, voor mij. Wat die, wat die allemaal zo uh, naar voren brengt. Kan ja, zo Want, want, want voor, de, voor de luisteraar die het niet kent. En er zijn natuurlijk Los van Sitchen zijn er natuurlijk een hele hoop die. Want het gaat natuurlijk eigenlijk uiteindelijk allemaal om de Smerische kleittabletten. Want ja. uh, Billy Carson in Amerika doet er ook veel werk. Uh, die, heeft ze, die heeft ze ook vertaald. En er zijn er nog een hele hoop anderen die, uh, die er op hun manier met die Smerische kleitabletten aan de slag zijn gegaan. En het is natuurlijk altijd lastig om dat om te zeggen of dat 100% zeker weet, klopt. Maar ik vind het werk van Sitchin daar wel, uh, ja daar het verklaart wel, laat ik het zo zeggen, uh, het verklaart wel een hele hoop. Als je ervan uitgaat dat de Sumerische lijstebletten wat daarin staat omschreven is dat er uh, wezens van boven naar beneden zijn gekomen, reuzen eigenlijk, en, uh, hè? en uiteindelijk daar de mensheid uitgeschapen is. Uh, en en uh, die reuzen, die technologisch dus natuurlijk, want die kwamen van een andere planeet, hier naartoe zijn gekomen. om hier grondstoffen te delven voor hun eigen planeet. En eigenlijk uit gemakzuchten ons als mens hebben gecreëerd. Uh, het verklaart wel een hoop. Ja, ja. Nou ja zo kun je ook uh, oude Egyptische teksten lezen overigens. Van, uh, dus dat de goden van Orion en Sirius uh, kwamen. En er zijn ook hele uh, verklaringen en boeken over. En uh, kijk, ik heb, ik heb vier jaar over uh, mijn boek gedaan. En eerst zat ik eigenlijk helemaal in die hoek ook, van buitenaards. En, en uh, ik, was daar, uh, ik ging daar eigenlijk helemaal in op. En, uh, maar ik heb dat meer losgelaten, omdat ik denk: wat brengt mij dat eigenlijk zelf? Wat, wat doet het er eigenlijk toe? En wat wil ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk zelf hier op aarde? Nou, ik, ik wil gelukkig worden, net als iedereen. En, en geluk zit hem in in eigenlijk verbinding maken met, met wie je zelf bent, mm. voor mij. In jezelf zijn. In, in, hè? En je bent jezelf als je in verbinding bent met je ziel. Dus ik ben helemaal die kant eigenlijk opgegaan Dus dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Het is zeker een verklaring. Het is ook fascinerend. Uh, ja. Ik, ik, ja. Persoonlijk geloof ik zeker in buitenartsen. buitenaardse contacten. Ook in, zeker in Egypte. En, en ik vind dat je dat ook voelt. Dat je dat voelt als je daar bent. Dus dat... Uh, ja, wat, wat uh, het kan ook afleiden, laat ik zo zeggen. Mm. Dus in mijn boek die kan niet opgaan. Ik heb een paar dingen zo erin gezet, maar ja, het geeft. Kijk, als je kijkt naar, de, um, naar het hele al, ja, je hebt, je hebt, nou, kijk naar het, ons sterrenstelsel, ons planetenstelsel eigenlijk alleen al. En dan kijk naar ons sterrenstelsel, dan zijn er, geloof ik, miljarden sterrenstelsels ook. Het is gewoon bizar hoeveel. Ik geloof, ik, ik las ergens, meer zandkools op aarde zijn dan... Of minder zandkools dan, dan sterrenstelsels. Dus ja, tuurlijk zijn er buitenaards... Ja. <laughs> tuurlijk, ja. dus, dus absoluut is er buitenaards leven. 100% Hoe gaat het eruit zien? He, er zijn uh, die beren, beerdiertjes hebben ze de ruimte ingeschoten. En die overleven gewoon op de maan. Dus er leven beerdiertjes op de maan. Want die kunnen overal tegen. Zo'n beerdiertje, die kun je ook uh, invriezen. En dan uh, komt hij weer tot leven. Dus het laat gewoon zien hoe... Variabel leven überhaupt is. Hoe ziet buitenaards leven eruit? He, er zullen zeker uh, hele kleine uh, beerdiertjes overal zitten, maar zijn er ook. Ja, wat voor wezens is het eigenlijk? He, waarmee te maken? lijkt mij dat er ook echt beschavingen, hoge beschavingen zijn. Kan kan gewoon niet anders hè? Kan gewoon niet anders en niet één, maar enorm veel. Ja. Dat, dat wij niet één, er zijn veel meer dan wij. Dat, dat gewoon statistisch. Kan het gewoon niet anders. Maar weet je wat ik weet je wat ik een ik had dat laatst en wat ik gewoon opeens realiseerde ik me iets en toen dacht ik ja. Want kijk hoe wij omgaan met bijvoorbeeld honden. Dus een tackle. Ik neem even een tackle als voorbeeld. Nou, vroeger heeft er geen tackle bestaan. Een tackle is pas gaan bestaan nadat wij mensen hebben gedacht... Hé, hey, wacht eens eventjes. Wij willen een hond hebben. Dit als wij een... Uh, een, uh, een uh, ik, ik weet even niet welke beesten we jagen waar je een tackle voor nodig hebt. Maar in ieder geval beesten die in ondergrond leven. En waar je dus gewoon een lang een worstige hond voor nodig hebt, die die tunnels ingaat om die beesten naar buiten te jagen. Want volgens mij is een tackle daarvoor uiteindelijk hebben wij een tackle in het leven geroepen. Ja, dus wij zeggen fokken met die, met die honden, totdat we een tackle, uh, een tackle hebben, uh, eruit hebben gekregen, die dan precies voldoet aan het plaatje wat wij willen. Zodat wij zelf niet meer die in hoeven En dat we gewoon makkelijk die beesten eruit kunnen jagen. Oké, okay, nou die tackle heeft dat niet door dat wij dat doen met die tackle natuurlijk. Die tackle is gewoon die tackle. Die doet het gewoon en, en ja, die denkt daar dus verder niet bij na. Maar op een of andere manier denken wij dat wij het meest superieure zijn... en houden wij totaal geen rekening meer met het feit... dat dit misschien ook wel met ons gebeurd zou kunnen zijn. Hoezo zou er niet een beschaving kunnen zijn... in een verre, verre, verre planeet hier vandaan ergens... die zich op zich niet meer echt hoeft te tonen aan ons verder... maar eigenlijk ons... Creëert met een bepaald doel waar zij iets aan hebben, wat zij vervolgens niet meer hoeven te doen. En zonder dat wij dat eigenlijk zelf nog doorhebben. Het is exact dezelfde manier hoe wij met dieren omgaan zonder dat dieren het met ons doorhebben. Waarom zou er niet een andere beschaving zijn die Zeker. dat ook met ons doet? Ja. Toen ik me dat realiseerde, dacht ik, ja, maar wow, dit, ja, dit, dit zou ook gewoon, weet je wel, dit zou ook gewoon met ons gebeurd kunnen zijn. Wij zijn tackles eigenlijk. eigenlijk zijn ja. wij tackels. <laughs> <laughs> ja. De titel van het gesprek: met de mensheid zijn tackles. <laughs> Nou ja, kijk Egypte. Um, als je kijkt naar, uh, naar uh, de positie van de Sphinx, die, die kijkt naar de opkomst van de zon. Hè? Dus die, die, die ziet de zon komen, maar die kijkt ook naar de opkomst van Sirius. De dus Sirius die komt in de hondsdagen, dus een periode tussen 20 juli en 20 augustus, komt de, de ster Sirius net voor de zon op. In Egypte was dat het teken van de overstroming van de Nijl. Dus de nijl ging overstromen, hadden mensen weer te eten. Dus het is gewoon van levensbelang dat Syris opkomt. En Syriërs werd geassocieerd met Isis, godin Isis. Die noemden ze de, de Grote Geefster, omdat zij uh, zeg maar dan weer overvloed gaf aan de mensen. De grote geefte, de magier, hè, dus die. die uh, die eigenlijk haar man weer heelt en, en ook dus Osiris die in stukken gesneden is door hè door de tegenkracht zou ik zeggen. En, en die zij weer heelt en ook nog bevrucht wordt door Osiris en Horus, het kind van het licht, geboren wordt die het licht terugbrengt. Er zijn allerlei aanwijzingen tussen contacten met Sirius en Egypte. Ook de uh, kalender van uh, Egypte, de oude kalender, de kalender die wij gebruiken, is de Egyptische kalender. Althans, de Romeinen hebben dus dezelfde uh, 300, hoe uh, hadden ze het gedaan? Ze hadden, ik dacht, 360 dagen plus 5 of zo. Ze hadden een iets andere kalender. Uh, maar hun, nee, 300, hun kalender bestond uit 365 dagen. Punt 25363. Dat, dat is zeg maar uh, uh, hoe lang de aarde duurt dat hij om de zon draait. Dat was hun kalender. Die had wel iets andere indeling van dagen, zou ik zeggen. Maar, maar, dat was, maar die berekening, het gaat nog iets verder door achter de komen, die, die hebben ze gemaakt op de draaiing van, van Sirius. Hoe kan dat? Hoe, hebben, hoe kunnen zij al die dingen weten? Dus er zijn verklaringen van dat er contacten zijn geweest... tussen Egypte en Syrië. Dat zijn eigenlijk... Uh, dat zijn bepaalde theorieën. Maar wat fascinerend is, dat, hoe zij aan die kennis komen over Syrië. Hoe, hoe kunnen ze dat weten? Ja, er, er moet iets zijn geweest van... van, 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 van Uitwisseling. Ja, ja. Of eerder met Atlantis of iets dergelijks. Maar dat klopt. Wij, kijk... Onze crisis waar we nu in zitten eigenlijk, die, die nodigt uit om out of the box te gaan gewoon. Zowel qua levensbeschouwing als qua levensvisie, als qua wie we eigenlijk zijn. En of wij zo superieur zijn. Want zij hadden, bijvoorbeeld Egypte had niet zoveel uh, vervuiling en zo. Hè, wat wij hebben, die, die waren ook niet zo aan het mishandelen met dieren. En, en dat was gewoon veel meer in verbinding met elkaar. Wij maken natuurlijk een enorme puinhoop van, van we, we kunnen niet eens... Normaal met dieren omgaan. Ik kan ook niet normaal met mensen omgaan, geloof ik, maar ook niet met, met dieren. Eén met, met grote chaos op die aarde. Dus het is een, een naderen eigenlijk een, een doodlopend spoor. Dus hoezo superieur? Ja, dat klopt. En, en hoezo zijn wij groter dan de natuur? Mm. Want, uh, we zijn natuur. Dit is heel raar. Het zit heel, heel. Uh... En wat ook nog raar is, als je dat dan. Uh, benoemd of zo, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk een buitenstaander. Hè? Dat is eigenlijk een beetje raar dat je dat je het bedoelt. Ja, dat is toch gek? Ja, zeker <laughs> gek. Ja, terwijl het is in, in, in en daarom daarom vind ik het ook heel tof dat je het over Egypte doet, omdat het natuurlijk uh, aan alle kanten voel je dat daar iets zit wat niet klopt hoe het ons verteld wordt, zeg maar. Dat daar dat dat echt een portal is naar uh, kijk, jij zegt net aan de ene kant, en dat snap ik ook heel goed: hè, van ja, um, als je op een gegeven moment in al die obscure alien shit gaat duiken en, 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 hè, en al die Anunnaki-theorieën en alles wat er dan voorbij komt, wat echt super, super, super interessant is, waar ik echt uren over kan praten kan filosoferen. Uiteindelijk raakt het de essentie niet. Ik snap dat, dat je dat zegt. Weet je wel. uiteindelijk ja, gaat het is, om. Is, weet echt. je, of het nou allemaal, of we van de Anunnaki afstammen of niet. Of Atlantis dat bestaan heeft, dat doet er eigenlijk allemaal niet veel toe. Volgens mij is het allemaal. Hebben het hier nu te doen en is dat het belangrijkste? Vertaal ik even mijn eigen woorden dan. Maar het, um, het erachter komen dat daar in onze geschiedenis. dat daar een hoop niet klopt. zeg maar, dat is natuurlijk ook wel een deur opener naar. Oh, maar, maar wat dan wel? Ja. Weet je wel? En, en ook in het geval van, uh, nou, zeg, zeg dat er iets in zou zitten van die Anunnakke-theorie. Dat betekent ergens dat we, weet je wel, dan hebben we ook dat van hun DNA in ons zitten. Weet je en wat betekent dat dan weer? En, weet je wel? En, en hoe, dan zijn we eigenlijk misschien nog wel tot grotere dingen in staat dan we eigenlijk misschien wel, misschien wel zouden denken. Weet je wel? En dat, dat, dat is, het is ook wel nice om, om daarover gesprek te blijven, om, om daarin mensen toch wel, om, om die luikjes een beetje open te krijgen. Zeker. Ik geloof zeker dat we veel, tot veel grotere dingen in staat zijn. Um, de, kijk, de, we hebben een. Dan doe ik eigenlijk meer op, op de liefdeservaring die je kunt hebben met elkaar en in elkaar. Kijk, wat. Um, voor, voor ons nu is eigenlijk. Er wordt ons geleerd hè, dat uh, normaal is eigenlijk uh, dat de mens is egoïstisch en de mens is uh, egocentrisch als sociaal competitief. Dat zie je terug in, in, in sport ook. Je hebt bepaalde regels. En dan uh, ja bijvoorbeeld met voetbal ga je tijd rekken. Dat is dan, dat is dan slim. Wordt gezegd, ja ah, doet hij slim? Nou, vind ik eigenlijk helemaal niet. mensen is van nature gewoon een groepsmens. We hebben elkaar ook nodig om te, om te overleven. We zijn eigenlijk juist sociaal. We zijn, waarom zouden we dat, dat is niet eigen aan de mens om, om asociaal te zijn? Uh, liefdevol... Kijk, iedere moeder en iedere vader houdt houd van, van, van een kind. Dan kun je gewoon die liefde kun je voelen. Soms doen mensen he, daarnaast erg dingen, maar die liefdesbron zit, zit gewoon in hun. Dus wat ons geleerd wordt, dat is gewoon niet de realiteit. He, daar, dus we zijn veel meer dan wat ons, wat ons geleerd wordt en hoe we nu met elkaar omgaan. Qua veld, dat vind ik ook met zoiets van, ja, dat is mijn punt met, met de goede Rikken en de slechte Rikken, zal ik zeggen. Of, mm. of, of focus op het donker. Nee, 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 nee. Kijk, donker is er wel, maar, maar wil je van donker af, moet je focussen op het licht. He, wil, je, wil je, als je bepaalde uh, last ergens van hebt, moet je juist richten op je ziel. Daar zit hem, daar zit hem, de bevrijding, zal ik zeggen, in dat licht in jezelf. En dan, dan zijn, is heel veel uh, mogelijk, qua, ook qua niveau, qua welzijn waar we op zitten, aan... aan uh, ja, Pijn, uh, koude, uh, afstand die, die je met elkaar hebt. Dat vind ik dat we heel ver uh, weg zijn. Hoe zo'n consult ook gaat, waar, waar je bijvoorbeeld, waar ik in mijn vak dan. Ja, als ik niet uitkijk, dan word ik helemaal, helemaal zit ik in een systeem waar ik in iedere uh, tien minuten moet ik iemand binnen en die moet ik ook weer naar buiten uh, gebrancheerd hebben. Jas aan uit. Uh, en ik moet een recept klaar, Het uh, volgende. En dan eind van de dag weet ik niet eens, ook, uh, hoe ook eruit zie van achter, zou ik zeggen. Dus, dus dat, uh, <laughs> en zo, zo zitten heel veel mensen die, die zo leven. Zo is dit Japanologie. Die, die is bezig met Japan. Fascinerend wat hij daar allemaal over vertelt. Want dat leert hem eigenlijk wat hij wil in het leven. Omdat hij die cultuur zo afschuwelijk vindt, eigenlijk. Hij zegt, ja, dat geldt bijna ook voor Nederland, vind ik. Als je niet uitkijkt, dan ben je, word je gewoon je hele leven een soort machine ben je aan het werk. Je doet eigenlijk niet echt wat je wil. Uh, wat het ook is, hè, wat je wil. Hè. En dan uh, mag je nog doorgaan tot je 67ste. En uh, met Kaya pezen en dan, uh, dan dat is het. Weet je, dat is toch geen leven? Ik denk, ja, daar heb je maar gelijk. Hè. Ja, van, en dat vind ik ook pijn, bij een arts horen, maar ook bij een regering. Dat je mensen kunt spiegelen van wat, wat is het leven en wat wil je in het leven? En waar, kijk, niemand wordt gezond van, van dingen doen die hij niet wil. Dat is de reden van al die burn-outs die we nu hebben, die, die explodeert. Van, er zit heel veel moeten op. Heel veel moeten presteren voor je hypotheek, voor, ook voor de buitenwereld, dat je het goed doet, dat je daar waardering in krijgt, dat je het waard bent. Nou, als je dat sec kijkt, dan, dan, dan slaat het eigenlijk nergens op, want waar word je gelukkig van? Wat, wat maakt jou gelukkig zijn vaak hele eenvoudige dingen. Maar vooral ook je eigen ervaring die je kunt hebben, van dat je werkt voor jezelf en niet, niet voor de rest. Daar zit enorm veel meer in dan, dan het tot nu toe is, vind ik. Kijk, Jij vertelt, vond ik, ik ga naar Bali en ik ga daar kijken. Dan denk ik, ja, dat doe je goed. Weet je hoeft niet meteen naar Bali te gaan. Maar we zouden best uh, af en toe een keer een retraite kunnen doen per jaar. Ik denk dat dat heel erg gezond is voor heel veel mensen. Als ze het willen. Mm. Dat zit helemaal niet in ons systeem. Die Duitsers hebben dat al wat meer erin zitten. Die hebben van die. Uh, dan kun je geloof ik één keer per jaar kun je dan op retrait of zo. Ja, die hebben überhaupt meer van die uh, natuurgeneeskunde-achtige dingen. Oh. Dus, dus, dus als je dan overspannen bent, kun je dan geloof ik een week of twee weken naar een. Uh, ja, ik weet niet of ik het goed zeg, maar een soort van kuurcentrum. Oh. Hetzelfde geldt voor als je dan uh, longklachten hebt, kun je op die eilanden schone lucht en uh, dat soort dingen. Ik geloof dat er ook al een beetje aan beperking is, maar dat zit er eigenlijk automatisch in. Dat zou je in ons systeem, waarom, zit dat, er, eh, waarom zou, zit dat er niet in? En als het er niet in zit, waarom hebben we dat niet als advies op z'n minst staan? Kijk, ja. dat, dat, dat je terug gaat trekken een tijdje in een klooster, lijkt mij heel handig. Om te kijken wie je bent, wat je wil, hoe het zit, hoe je, je verbinding kunt maken. Ik doe het zelf in ieder geval wel. Ik denk, als ik het niet zou doen, dan zou ik al lang in de goot liggen volgens mij. Is dat, is dat er niet, want net zei je één zin die blijft wel hangen. Dat erachter komen wie je zelf bent. Is dat niet bijna ook de essentie van waar het gewoon op collectieve schaal gewoon misgaat? Omdat we ergens gewoon zo geen idee hebben wie we zelf zijn. En ik bedoel, de een komt erachter door naar een klooster te gaan, de ander gaat naar Bali. Of weet je, daar zijn natuurlijk een legio aan manieren voor om, om erachter te komen wie je zelf bent. Maar dat we eigenlijk doorhollen in een soort onmenselijk systeem waarin we ja. werk doen wat inderdaad niet intrinsiek uit jezelf komt en waarin je op die manier steeds verder van jezelf vandaan ook komt en ja. er eigenlijk helemaal geen motivatie meer is en ook geen notie meer is eigenlijk om om erachter te komen wie je nou daadwerkelijk zelf bent ja ja dat ben ik met je eens kijk maar dat, dat zit hem in, in het hele systeem. Alles, alles zit zo in elkaar. Kijk, een ziekte wordt gezien als een falen van de machine. Een ziekte wordt niet gezien als een signaal... van wat je dichter bij jezelf kan brengen. Burn-out. Eigenlijk vind ik, iedereen heeft recht op zijn eigen klacht. Een klacht is niet per se negatief. Nee, een klacht, het is natuurlijk nadat je die klacht hebt... maar het geeft ook een aanwijzing hoe je tot de verandering kunt komen... wat je dichter bij jezelf kan brengen. En, en, en dus je zult ook klachten blijven houden... Het leven bestaat eigenlijk uit problemen. Je incarneert eigenlijk niet voor Jan boter. Het is de bedoeling dat je dingen op, oppakt en dat je zo jezelf ontwikkelt. Maar wat ons geleerd wordt, is eigenlijk een soort van maakbare wereld die ontzield is. Een soort, soort machinaal gebeuren. En als het dan niet perfect is, dan, dan is het eigenlijk uh, niet goed. He, van... van het, het is eigenlijk altijd perfect, ook als het niet goed is. He, je, je, je leeft toch gewoon voor jezelf in feite, om, om zelf je ervaring op te doen. En uh, ja, dat is jammer. Dat is jammer. En dat en in die tijd leven wel. Dat ik. Kijk, want ik zit ook gewoon uit een. Ik ben ook gewoon een geneeskundestudentje en. en van ouders met uh, middenstanders en, en altijd, maar ik krijg wel de ruimte in deze tijd, uh, in mijn ogen misschien wel meer dan mijn huisen krijgen om mezelf wat meer nog te leren kennen, om om daar uh, over uh, mezelf te verdiepen en, en ook nog daar zeg maar, over te schrijven en me bezig te houden. Mijn kinderen zie ik dat eigenlijk dat ze dat eigenlijk nu al hebben. Dus het is een tijd wel van ja. Van, van, van uh, veel uh, armoede qua uh, geestelijke ontwikkeling, beperkte mensbeeld uh, mechanisch. De, hè? Maar, maar aan de andere kant is er ook ruimte. Hmm. Hè? Die ruimte is er ook en, en dat zie je, vind je terug in de maatschappij. En veel mensen zijn ermee bezig en dat is gewoon aan het groeien. En daar zitten heel veel verschillende visies in, wat je ook zegt. En dan kun je dus kijken wat, wat bij je past. En uh, zo kun je zelf steeds uh, verder gaan. En wat mij betreft kan onze geneeskunde daarin mee ontwikkelen. Kan daarin in meegaan, hoeft niet, zo'n vak als huisarts, ja, dat was vroeger natuurlijk heel anders dan het nu is. Als we niet uitkijken, want, want je krijgt minder mensen die juisters die willen worden, je krijgt minder mensen die arts willen worden, je krijgt minder mensen die in de verpleging willen werken, raakt eigenlijk dat hele zorgzame eruit dat denk ik niet, maar dat, dat, we gewoon, dat het minder aantrekkelijk is voor mensen. Maar als dat mee kan ontwikkelen, het kan hartstikke leuk zijn, dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, geeft dat een verrijking van mensen die het doen, maar ook van mensen die ermee in aanraking komen. Heb je niet het idee ja. dat er ook een hoop mensen die een soort van, misschien normaliter gezien voor huisarts zouden leren of iets dergelijks, al wel erachter komen dat. Um, een geneeskunde die op dit moment toch wel heel erg hand in hand gaat met de farmaceutische industrie. En dat daardoor heel veel van die mensen misschien toch al wel kiezen voor eerder een orthomoleculair pad bijvoorbeeld. Of al iets wat al afwijkt van de, van de standaard uh, geneeskunde op dit moment. Want ik heb wel het idee dat in die hoek um, dat dat steeds populairder aan het worden is. Dat er steeds meer mensen zich op aan het leiden zijn in, in die ortomoleculaire hoek bijvoorbeeld. Of uh, in ieder geval een beetje weg van de, van de mainstream geneeskunde af. Ja, kijk, uh, er is nog altijd nummerisch ficties op geneeskunde. Dus het aanbod is nog altijd een stuk groter dan, uh, dan erop kan uh, komen. Mm. Uh, er vallen ook altijd nog mensen af, best wel pittige studie. Dus dat vind ik wel meevallen. Mm. Um, kijk, de, de farmaceutische industrie um, die is een product van de industrie, van, van onze kennis kapitalistisch, mechanistisch, consumptief systeem, zou ik zeggen. Dus alleen de, de farmaceutische industrie de, de schuld geven, vind ik. Uh, ze zijn wel schuld ampel dingen, of tenminste, zijn dingen die veel beter kunnen, laat ik het zo zeggen. Maar we hebben het zelf gecreëerd, bedoel je eigenlijk? Ja, dus dat, uh, je bent er niet. Als je dat draait, mm -hmm. nee, moet nog veel meer gedraaid worden. Mm -hmm. Kijk, de, de politiek, zoals ik het zie, is de politiek. En de farmaceutische industrie is gewoon verbonden. Het is gewoon één een, een gebeuren, zal ik zeggen. En uh, dus, dus je zult. En de politiek zie ik ook niet zo snel uh, oplossingen uitkomen. Uh, als je kijkt naar de politiek, dan. Zie je vooral mensen die hun gelijk willen halen, die, die daar bezig zijn om, 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 ja, om te scoren. Om, uh, dus, dus er wordt eindelijk gekeken van wat is nou, wat speelt nou? En hoe kun je nou dat uit of de box gaan? Hoe kunnen we nou samen kijken van wat, wat hiervan te maken valt. Nee, nee, het is vooral, zeg maar, de loef afvangen en, en, en dus, ja, je blijft eigenlijk in een pad zitten wat doodlopend is. Mm -hmm. de, de, daar geloof ik minder in eigenlijk en ook niet in die industrie geloof ik ook minder. Die krijgen dan, de farmaceutische industrie, krijgen wat dingen opgelegd hè, van ze mogen niet meer dit, ze mogen niet meer dat. Gaat gewoon ondergronds, gaat gewoon op een andere manier verder, nog gevaarlijker zal ik zeggen. Dus, dus daar, ja, maar dat er meer mensen bezig zijn met uh, uh, complementaire geneeskunde. Kijk, ik zit zelf helemaal, ik zit in die bubbel. Ik ben er zelf mee bezig. Dus ik kom heel veel van die mensen tegen. Maar als ik kijk naar de geneeskunde sec, uh, valt het wel mee. Al vind ik dat uh, bijvoorbeeld, mensen vragen me wel eens, heb jij daar geen last van, van, van regulier of zo? Ja, goede vraag. Ik, ja, ik stel hem zelf maar. Ja, precies. <laughs> nou, nee, ik, ik heb er helemaal geen last van. Omdat ik ook niet uh, anti-regulier ben. Ik vind regulier prima. Het van, van ik kan daarmee mee werken. Het is praktische geneeskunde. Alleen het is te weinig voor uh, de hele mens zijn te pakken. Het is te weinig voor uh, de verdieping. Het, het, het geeft een, een... Het is zeg maar een... Uh, het is de buitenkant. Dus als je, je, hebt, je hebt een diepere... Je, hebt, je mist de bezieling, als het ware. Als, ja. je, als je de ziel... De, hè, dus, dus je... Dus vandaag... Maar ik weet bijvoorbeeld... Sorry dat ik je onderbreek hoor. Maar mijn stiefvader is huisarts. Hij heeft tijdens corona ivermectine voorgeschreven. Hij heeft de boete van 5000 euro gehad. En een, uh, uh, een brisping. En een, uh, en een... Nou ja, ik weet niet wat je nog meer allemaal krijgt dan. En uiteindelijk een rechtszaak verloren. Um, dus ik... Ik kan, ik kan de vraag kan ik me namelijk wel voorstellen: van loop je dan niet tegen het mainstream systeem aan? En, en los daarvan, als je al geen boete krijgt, dan als je als arts tijdens corona een andere mening had, of in ieder geval probeerde enige nuance aan te brengen. Uh, waren er binnen no time uh, de, 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 de kwaksaverij-instanties uh, en dan weet ik het wat die uh, over, over je schutting kwamen. Dus. Jij mag misschien geen probleem hebben met de reguliere geneeskunde, maar... Dat is niet dat de reguliere geneeskunde geen probleem met jou heeft, natuurlijk. Ik heb, ik heb er nog niks van gemerkt, maar misschien gaat het nog komen. Maar ik, ik heb niet iets... Kijk, um, ik geloof sowieso meer in het zelfgenezend vermogen. Hè? Dus ik geloof niet zo in... in, in uh, middelen kunnen wel uh, helpen, hè? maar sowieso word je beter van, vanuit jouw eigen zelfgenezende vermogen. Dus een... Een, een, een zielloos lichaam gaat niet genezen. Een bezield lichaam gaat genezen. Dus een arts die kan bijvoorbeeld een wond hechten, maar die arts geneest niet die wond. Die hechting maakt die, die zorgt dat die dingen bij elkaar liggen de en dan gebeurt het van binnenuit. Dus daar, je, je creëert eigenlijk een veld waarin het mogelijk is. Als je kijkt naar corona, dan heb je te maken met een, met een virus. Wat uh, is gewoon altijd al corona geweest. Er zijn nou, ontzettend veel coronasoorten geweest. COVID-19. Wat, wat inderdaad een virulent virus was, in mijn ogen. En waar je best wel, uh, uh, ik heb het twee keer gehad, uh, ik ben zelf niet gevaccineerd, maar ik heb wel gewoon doorgewerkt. Ik heb wel gewoon mijn ding gedaan. Ik heb ook op, op de COVID-post gewerkt. Ik heb gewoon al die mensen gezien. En, en, en mijn ding daarin gedaan. Ik, ik zelf geloof, is dus mijn mening, hè, en ik vind dat ik als arts mijn mening mag hebben. Ik geloof minder in die vaccins. Ik geloof meer in, in leefstijl. En ik ben niet anti-vaccins. Dat bedoel ik. Als ik zou zeggen anti-vaccin, dan zou ik misschien wel problemen krijgen. Ik ben niet anti-vaccin. DTP vind ik een prima vaccin. Dit vaccin, denk ik, ja, dat is wel. Heb ik, heb ik gewoon dat ik denk moet je dat nemen of niet? Het is natuurlijk ook niet echt helemaal een vaccin. Het is, het is niet helemaal uitgetest. Er zitten wat dingen in waar ik mijn twijfels bij heb. Dus ik vind dat mensen dan een vrije keuze in mogen hebben. Verder vind ik dat deze COVID met een mortaliteit van 0,02 dat het meevalt. Als je kijkt van die enorme uh, dingen die we opgelegd hebben gekregen. Dat, dat, ja, dat vind ik jammer dat dat niet geëvalueerd wordt. Het andere punt is, daar is heel veel miljard naartoe gegaan. Dat gaat dus niet naar andere dingen toe. Daar zitten we nu met problemen met zijn. Maar dat vind ik dat ik dat mag zeggen. Hè, van, van, goh. En als je kijkt naar AstraZeneca, die, 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 ja, die uh, allerlei dingen waar mensen toch... Uh, te veel klachten van hadden en een aantal mensen overleden. En het wordt van de markt gehaald, sturen we naar Afrika. Ik denk, maar god, hoe kom je daar dan weer bij? Weet je? Van, en waarom krijgen we dat geld niet terug dan? He, die, die, het, is een, het is dan een industrie. Nou, hoe gaat al dat geld Het klopt eigenlijk niet. Dan wil ik gewoon dat geld terug, want dan kunnen we voor andere dingen gebruiken. Dus dat. maar... Ik, ik schreeuw, ja, ik zeg het nu tegen jou, maar ik, ik, ga, ik ga niet op de barricade. Ik heb wel gewoon mijn contact met mensen die bij me komen, vind ik dat ik het mag zeggen. Maar ik schrijf bijvoorbeeld niet Ivermectine voor bij, bij COVID, omdat ik daar gewoon niet in geloof. Ik geloof niet in heel veel middelen. Ik geloof wel in dat uh, als je dat krijgt en je gaat rusten, dat je dan beter wordt. Die kans is gewoon, ja, gewoon beter. Of je moet al die risicofactoren hebben. Maar als je dan van tevoren die leefstaanpassingen doet. dan vergroot je enorm je kans op, uh, op zelfgenezing, zal ik zeggen. Dus da dat is mijn visie uh, erop. Want heel veel mensen bij me komen. ivermectine, chlorokinine, al, al dat soort middelen. Ja, ik vind, denk, ja, zet je zo'n middel erin. Ik, ik heb zelf daar minder vertrouwen in. Yeah. Ik heb zelf dat minder vertrouwen in. Dus, en, uh, ja, dus wat dat betreft, uh, ja, heb ik dan al dat dat bij mijn visie past. Dan word ik er ook niet meer lastiggevallen in plaats van ja Nee, nee. Ik ik al, ben al weet jou. natuurlijk nu. Ja, van jou, uh, ja, ja, ja uh, nee, dat, dat klopt. Maar dat is ook, kijk, dan zit je toch ook te zoeken. Naar een middel, wat je dan zoekt je ook weer in dat middel als het ware. Mm -hmm. hè? Uh, even heel nuchter naar, naar de griep kijkend, de griep, die, die, uh, dat is niet alleen negatief. Dat is ook gewoon een zuiveringsproces in jouw systeem. En ik had een collega die, die werkte gewoon continu zonder mondkapje ook, alles dik. Die, die was gewoon, die kreeg pas corona toen het alweer zo'n beetje uh, bijna onmogelijk. Want dat iedereen, uh, ja, Dus die, die, het uh, kan, dus, kan dus wel gewoon. Ik heb twee keer gekregen, wat ook wel uh, reuze mee Ik was wel eventjes uitgeschakeld, maar na een weekje was ik gewoon weer aan het werk. Dus dat is waar ik vertrouw. Ik geloof niet zo in, in een the middel erin zitten heb ik minder, uh, minder geloof in. Soms moet je het wel doen, mm. ja, bij bacteriële infecten, dat soort dingen. Dan, dan, dan moet je ook agressief behandelen. Dus ik ben voor reguliere geneeskunde. Niet, niet, ik vind het niet altijd onzin reguliere geneeskunde. Alleen het is een hele golvende vorm van geneeskunde. Dat, dat is mijn uh, visie. Ja. Dus we kunnen gewoon de, de praktische nut van gebruiken. Ja, dat schrijf ik trouwens ook in mijn boek. Want ik heb in India gewerkt, een tijd gaat vooraf vond... door. Ik doe even mijn trui uit. Ah, ja, ja, moet ik even. Oh, sorry tegen Angelie zeggen, want ik heb dus geen zwart, zwart, kleren meer aan. Nu maar, ga Ga, ga, ga door. Oké, okay. nee, ik werkte in, uh, in India. Ik ging dan naartoe om uh, eigenlijk voor verdieping en voor uh, meer. Uh, ja, de spirituele kant uh, te ontdekken, wat, wat ook wel gebeurde. Maar, uh, en het was was, vond ik geweldig trouwens daar uh, werken. Mm. Uh, maar wat er gebeurde was dat die mensen hadden TBC, die mensen hadden lepra, die mensen hadden allerlei uh, ja, dingen die ik nog nooit gezien had. En dat werkte uh, gewoon als je die met uh, dan, uh, je moet zes antibiotica tegelijk met die, uh, met die TBC, die moet je dan ook uh, trouw in blijven nemen. Wat er gebeurt, ze nemen er een paar in en er is, verkopen ze. Dus dat werd dan per uh, maand of per week in een box afgeleverd. En zo werd steeds gecontroleerd van of ze het allemaal naam. En dat werd dus ook echt beter. Dus mijn hele vertrouwen eigenlijk in de westerse geneeskunde kwam terug in India. Ik, ik ben daar weer meer respect gaan krijgen voor materiële geneeskunde. Want dat is eigenlijk wat het is. En die, dus daar heb ik niks op tegen om die, uh, om die te gebruiken. Het is dus, soms ja, goed ja. om dat ook nog wel even te horen. Want je kan wel, vind ik, als je kijkt naar hoe uh, nou, de artsen die ik spreek, als je daar dan kijkt dat ik. Nou, iemand in mijn, iemand in mijn directe omgeving, die, daar hebben ze nu uh, uh, kanker bij geconstateerd. En die, nou, in eerste instantie uh, ging die het hele reguliere traject in. En die artsen zeggen gewoon tegen hem: uh, ja, je gaat nu een chemotherapie doen, dus je moet. Zoveel mogelijk aansterken, zoveel mogelijk eten. Wat moet ik dan eten, maakt niet uit. McDonald's maakt niet uit eten. Zolang je maar aansterkt, want je wordt te dun anders. Nou, zeg maar. Ja, dan is mijn vertrouwen zakt wel redelijk snel weer weg in de reguliere geneeswijden, Als je snapt wat ik bedoel. Uh, ik daar met hem over praat. Van joh, ik heb ook studies gelezen die zeggen dat. Kijk, vooropgesteld, ik denk, het is misschien nu makkelijk praten, maar ik denk met alles wat ik nu weet over bepaalde ziektes en zo, dat ik die hele chemotherapie überhaupt zou laten liggen met hoe giftig dat is. Maar dat er even dagen later, als je daarvoor kiest, ook prima dan. Ik heb ook onderzoeken gelezen die dus, als je gaat vasten, bijvoorbeeld, dat dat dus heel erg ondersteunend kan werken met autofagie en dergelijke. Uh, na voor naast je chemotherapie, als je dan toch kiest om dat te doen. Nou, dus ik het daar met, uh, met hem over hebben. Maar goed, als je een heel hoog vertrouwen hebt in, uh, in, uh, in uh, reguliere geneeswijzen, dan ga je natuurlijk gewoon vergelijk doen wat de dokter je zegt. Nou, na een tijdje ging hij zich er meer in verdiepen, kwam hij erachter inderdaad, dat soort er studies er waren. Komt hij dus terug naar, uh, naar, naar de arts toe. En die gaat dan over praten. En die arts zegt hem: Ik heb hier echt geen idee van. Ik weet gewoon alleen dat je moet eten omdat je moet aansterken. Nou, vervolgens hangt er dus uh, uh, bij je chemotherapie ook gelijk uh, uh, suikers, wat ze, wat ze daarbij toevoegen. Nou, inmiddels zijn er ook best wel veel bewijzen dat gezwellen gevoed worden door, door suikers. Dus daar, daar komt hij dan inmiddels ook achter, dus hij tegen de arts van... maar waarom, waarom gebeurt dat dan? Ja, ja daar, kan ik dan, daar heb ik dan ook niet echt antwoord op. moraal van het verhaal, als ik dat allemaal zo hoor... dan is mijn vertrouwen zakt soms wel echt verdomd onder het nulpunt uh, van de reguliere geneeswijze. Omdat ik dan echt denk, jezus, hoe kan het toch zijn... Dat artsen die hier gewoon dagelijks mee aan de slag gaan. En het, hoe diep je wil gaan, moet je zelf weten dan. Maar, maar adviezen kunnen komen dat je maar gewoon moet gaan eten totdat je erbij neervalt. Om maar aan te komen, om aan te sterken. Ja, dat, 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 vooral, dat is voor mij eigenlijk nog niet echt te bekroppen. Dat vind, ik vind dat lastig. Klopt. Klopt. <laughs> Kijk, uh, wat, wat ik ervan begrijp is dat, die, uh, uh, dat het een, 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 een wat breed advies is. Je? Hij zegt eigenlijk van, je moet aansterken. Dat, dat begrijp ik. Nou, dat lijkt mij wel een uh, adequaat advies. Ja, maar dan moet je wel kijken, hoe kan iemand aansterken? Wat, wat past bij die ander? En dat is niet van, eet maar van alles of nog wat. Nee, want er zit natuurlijk heel veel verschil in. Daar zijn toch ook wel uh, onderzoeken naar gedaan, over wat adequate voeding is wat, wa, en wat bij iemand past. Hanno Pell heeft dat uh, bijvoorbeeld gedaan, een uh, internist uit Leiden. En uh, die komt heel sterk overeen met uh, alternatieve studies over voeding, wat hij zo propagandeert. Dus, maar uh, nee, het is altijd goed om, om kritisch te blijven. En, en, ik vind, je moet in overleg blijven met elkaar. Kijk, ik heb, uh... Wat zegt die uh, arts dan? Sorry dat ik je onderbreek. Nou, hij, uh, hij zegt dat uh, vers groente, vers fruit de basis is van iedere voeding. Mm. Leid, uh, mm. Geen uh, geraffineerde suikers, uh, geen, uh, zoveel mogelijk volkoren, uh, twee keer in de week vette vis, uh, uh, vol vetten, uh, zuivel, um, uh, um, opletten met af en toe wat noten. Uh, dat zeg maar grofweg het, het dieet wat je ook hebt in de uh, blauwe zones. Als mm -hmm. dus je kijkt naar de blauwe zones, die mensen die, die worden uh, veel ouder dan wij. Hè? Ze worden honderd en ze zijn gewoon met een grote welzijn, een groot uh, uh, plezierend leven nog. Hè? Dat zijn die vijf gebieden op aarde. En die, die mensen die hebben een uh, aantal kenmerken die, die, die overeenkomen. Het, hebben ze hebben behoorlijk gekeken naar de voeding, maar die voeding kan best wel verschillen. Dus mensen in, in dus de, de, de blauwe zones die zitten in uh, Japan, hè, Okinawa, in Costa Rica, Loma Linda, Ikaria. Chili geloof ik ergens ook, dan? en uh, Corsica. Oh. Dag Corsica. Dus die, bijvoorbeeld Corsica, eten anders dan die in Okinawa. In Okinawa eten volgens mij best wel wat koolhydraten, toch? De anderen eten weer veel, veel minder. En Okinawa ligt heel zuidelijk van Japan. Een soort, soort van oereiland. En uh, die eten best wel wat aardappelen, dacht ik. Maar het is wel allemaal plantaardig en lokaal en vers. En aangevuld met, met fruit. En die mensen hebben ook allemaal... Uh, Spirituele levensovertuiging. Ze maken allemaal social support. Dus dat ze bij een bepaalde groep horen. Ze hebben allemaal een levensdoel. Ze zijn allemaal actief tot op late leeftijd. Ze gaan dus niet stoppen met werken. Dat vind ik ook zoiets van. Ja, je moet werken tot je uh, 67ste en dan pensioen doe je niks. Waarom moet je zo hard werken? Waarom kun je niet bijvoorbeeld vanaf je 50ste, als het kan, hè, dat, dat je na nou drie, vier dagen of. Ik wil altijd blijven werken. Waarom zou ik stoppen? Ik wil, ja. ik wil, uh, uh, maar ik wil wel iets doen wat ik leuk vind, natuurlijk. Ja. En dan zelf afgestemd. Maar die mensen die doen dat. En die daar is dus dat soort uh, ziektes en zo komen er veel minder voor. Maar als je iemand hebt die kanker heeft, en dan moet je kijken wat, wat past daarbij. Ik ben met je eens. heel vaak. Klopt, die, die, die. Dus de, de insteek vind ik wel kloppen, aansterken, maar de afstemming klopt wel niet. Maar dat kun je met elkaar overleggen en daar zijn artsen wel verschillend in, van, van hoever ze daarvoor openstaan. En ik ben voorzichtig met, uh, kijk dus, dus, ik vind met kanker, uh, dan is het te ver in de materie. Dus de kans dat jij geneest op een uh, complementaire wijze kan ik niet garanderen. He, dus, dus ik ben arts, ik moet risico-inventarisatie maken. Want dus ik zeg altijd voor mensen, daar moet je over nadenken, van de kans is daar wel groter dan daar over het algemeen. Dus ik ben voor gewoon regulier behandelen. En dan kun je complementair erbij zetten. Dus voor chemo, voor, voor uh, snijden, voor radio. Afgestemd op wat iemand wil en wat de vooruitzichten zijn, want het zit heel ingewikkeld in elkaar. Ik kan niet garanderen, als ik dat heb, van, van dat, het, uh, dat iemand dan beter wordt. En soms zijn er mensen die, een, die heel spiritueel bezig zijn, die komen ja, Ik, ik stop ermee, hebben ze een gesprek gehad met een internist? zegt: Ja, ik wil dat niet. En dan zegt hij Oké, okay, dan doe je het niet. Maar dat vind ik dan veel te kort door de bocht. Want mensen hebben veel te weinig informatie gehad. Van nu is je kans wel, als je alles bekijkt, het zit echt helemaal in de materie. Het is gewoon heel ver gevorderd. Dus de kans wordt dan veel minder dat je gaat genezen. Wil je dat? Sommige mensen hebben kinderen, hebben alles. dat vind ik ook. Dat ze soms te weinig dat uitleggen. Wat iemands perspectieven daarin zijn. En. Daar de tijd voor nemen. En dan hebben die mensen wel van ja, maar dat is maar nooit zo verteld, dit en dat. Hè? Van nou, ga terug, ga het nog een keer bespreken. Met, met, uh, dus ik vind, ben het eens met jouw kritiek. Hè? Kritiek is ook goed, want dan kun je dingen. Dus het is zeker niet perfect, die hele reguliere geneeskunde niet. Maar het is op dit moment voor mij het meest praktische wat we hebben. Maar je kunt dat aanvullen met, met complementaire geneeskunde. Ja, kijk, dat, ik vind complementair een beter woord dan alternatief mm. eigenlijk. Er is gewoon maar één geneeskunde. Ja, precies. Er is maar één geneeskunde. Maar... Nou ja, en voor what it's worth, maar wat wij dan nu complementair noemen, of wat we alternatief noemen, dat was ze eerder dan, uh, dan uh, de Rokkervelle geneeskunde, zeg maar. Ja, kijk, als je kijkt naar um, diabetes bijvoorbeeld. Je hebt van die boeken uit 1915 of 1920. Er staan heel veel adviezen in tot reducering van je koolhydraten, tot afvallen, tot bewegen. Die hadden toen nog niet al die middelen. En die adviezen zijn eigenlijk gewoon, gewoon helemaal goed. Dus dat klopt. Ja. En, nou, nou ja, en, en daarbij, ik bedoel, ik neem aan je boek: het Egyptische, de, de Chinese zienswijze, de, de, de Veda. Ik bedoel, als je kijkt, die, die zijn natuurlijk nog vele malen ouder dan dat wij hier in de westerse, met de Westerse geneeskunde aankomen. Klopt zeker? Zeker ook veel verfijnder, hè? Veel, dit is hele grove geneeskunde, dat is veel verfijndere geneeskunde. Maar er wordt ook veel meer zorg besteed aan preventie en aan leefstijl. Kijk, vaak uh, gaan mensen dan ook... Ik geloof dat het in, ook bij acupuncturisten is, bij venische artsen is dat mensen als mensen ziek worden, dat ze het dan eigenlijk verkeerd doen. Dus ze zit heel veel in, uh, in die preventiehoek. Daar zitten wij veel te weinig in. Uh, we hebben eigenlijk ja, dus heel veel welvaartziekten. Dat zie je ook in derde wereldlanden. Die ontwikkelen al die welvaartsziekten die ze eerst helemaal niet hadden. Hoe komt dat? Omdat ze de, leefstijl van, de ongezonde leefstijl van, van ons overnemen. Bijvoorbeeld, uh, Japanse immigranten van Japan naar Amerika hebben ze onderzocht. Kijk, in Japan komt, uh, komt veel maagkanker voor. Hè? Eigenlijk de meeste maagkanker, zo'n beetje, ter wereld komt uh, daarvoor. Uh, waarom? Omdat uh, zij veel minder hun, uh, hun gevoel, uh, ja. hun emoties naar buiten brengen. Dus, dus van binnen is, kan bijvoorbeeld boosheid zijn, maar van buiten mag je dat niet, je mag dat niet tonen. Hè? Dus, dus in de maag krijg je dan meer maagzuurproductie. Meer maagzuurproductie betekent meer maagirritatie, hè? dus eerder kans op, uh, op maagkanker. Dus zij zijn daar ook heel goed in, die operaties, die zijn ze heel goed in. Maar zij hebben geen colonkanker, geen dikke darmkanker. Wij hebben wel weer veel dikke darmkanker. Waarom? Omdat wij veel uh, rundvlees eten, roodvlees. En dat roodvlees dat is heel zwaar te verteren, dat ligt nog een tijdje in de dikke darm daar te rotten, en beschadigt die wand en, en is daar aan het irriteren. En op een gegeven moment kan zo darmkanker ontstaan. Darmkanker kan ook ontstaan door onverwerkte emoties. Door dingen die, die gewoon niet te verteren zijn voor iemand. Dus er zit wat ingewikkelder in elkaar dan, ik, dan ik nu zeg. Maar die rood vlees he, en darmkanker is in directe connectie. En in uh, Japan eten ze vooral uh, vis. Geen uh, rood vlees, geen uh, uh, rundervlees. Nou kwamen ze tot de ontdekking dat Japanse immigranten in Amerika wel uh, darmkanker kregen, met name dan de tweede generatie. Het zijn ze dat gaan onderzoeken? Dat komt omdat die wel hamburgers zijn gaan eten. Op die manier komen ze dus. Ze dus dachten, is, is het genetisch of wat is het eigenlijk? Nee, is het is niet genetisch, is het is leefstijl. En daar, ja, wij doen. Dat hoorde ik dus, dat vind ik, dat is mijn verwijt aan, aan, een, aan een beleid. En aan een, dat er gewoon nauwelijks aandacht is besteed aan leefstijl. Je kunt het natuurlijk gewoon. Uh, in een maand of vier kun je mensen veel minder risico uh, uh, laten hebben op, uh, uh, op complicaties bij corona. Doordat ze afvallen en doordat ze veel weerbaarder worden. Als jij heel continu stress hebt, heb je veel minder weerstand. Want je cortisol die gaat omhoog, je adrenaline gaat omhoog. Als je meer mediteert, gaat het omlaag. Hetzelfde geldt met als je heel veel van die koolhydraten eet, zit je continu hoog in je glucose en in je insuline. Wat, wat ook ondermijnend werkt op je hele afweersysteem. Dus ja, dat vind ik wel jammer. Dat, daar, uh, dat, zijn, dat is veel eenvoudiger als het ware. Wat ja. denk jij dan um, dat als je bijvoorbeeld naar ziektes als kanker en zo krijgt hè, kijkt. Uh, want misschien zit ik ernaast, maar dat is wel het gevoel wat ik nu heb vanuit de reguliere geneeswijze, zeg maar, is dat het allemaal toevallig is en het ons allemaal overkomt, uh, toch voor een groot deel. Maar hoe zie. Is het allemaal te wijten aan zeg maar de disbalans in ons, in ons uh, levensstijl, in onze uh, onverwerkte trauma's en dat soort dingen? Zijn al die ziektes uh, uitingen daarvan? Nou, ik geloof dat niks je zomaar overkomt. Dus dat daar, uh, ja, dat dat, nee, dat toeval geloof ik eigenlijk niet zo in. Maar of kijk, kanker is gewoon heel ingewikkeld. He, als je specifiek over kanker hebt, dat uh, er zijn heel veel factoren die daar een invloed op hebben. Kijk, als jij uh, bijvoorbeeld onder die, uh, die, die, die kabels, die elektriciteitskabels uh, woont, dan heb je meer kansen uh, op kanker. Ik dacht dat leukemie, met name bij kinderen, ook vaker voorkomt. Ik geloof tot 1500 meter van die kabels vandaan. Dus, dus nu worden mensen die daar dan onder wonen, die, die hun huis wordt opgekocht... Uh, als om, om te voorkomen dat ze ziek worden. En toch kiezen sommige mensen ervoor om daar te blijven wonen, dat ze dan goedkoop uh, wonen. Maar dat is maar een factor hè, die, die een rol kan spelen. Uh, ik heb begrepen dat mensen in de buurt van uh, ja, Gelene bij DSM, dat die meer uh, prostaatkanker kregen, door, ook weer door omgevingsfactoren. Dus het is een heel complex verhaal van omgevingsfactoren, erfelijke factoren, uh, leefstijlfactoren en, en onverwerkte trauma's. Ja. Ja, het is niet alleen, ik, ik denk niet dat je kan zeggen je krijgt bijvoorbeeld kanker hè? Stel dat ik dat ik prostaatkanker uh, zou krijgen, dan uh, hoeft het nog niks, ja hoeft, ligt er gewoon een heleboel achter, ja. ligt een heleboel achter. Ook ook vanuit, ja vanuit je hele DNA en je DNA kun je zien ook als je karma als het ware, ja. Maar er zijn natuurlijk nu. Dit merk ik zelf ook als daarover gepost wordt vanuit ons, ook als het daarover gaat, is dat um, men liever blijft geloven in het idee dat het ons allemaal overkomt. Omdat dat makkelijker is dan. terwijl dat natuurlijk niet waar is. Want ergens op het moment dat je dus gaat voelen van. hé, hey, ho, wacht eens eventjes. Ik kan eigenlijk de regie pakken over, over mijn gezondheid. Ik, kan daar, ik heb daar een aandeel in en ik kan daar op een bepaalde manier mee omgaan... dan zou je eigenlijk zeggen... in ieder geval mij geeft dat kracht. Nee, precies, dat, dat is de, de essentie... waar ik eigenlijk over schrijf. Van als je uitgaat van je bezieling... dat maakt autonoom. Als jij, als jij, kijk... daar zit je zelfgenezende vermogen zit daarin. In, in. Dat de vrij door kan stromen. Kijk, daarom werkt een trauma... als het niet verwerkt is. Dat blokkeert eigenlijk... heel jouw jou, jou energetische systeem. Stel, je maakt iets mee... Uh, op, op uh, driejarige jaar leeftijd, je verhuist en je verliest een, een pop tijdens de verhuizing... En, en je voelt je daardoor onveiliger En in die fase ontwikkel je ook je, je tweede chakra, veiligheidsfase. Dus dan, je kunt dat niet verwerken, dan parkeer je dat gewoon in jouw systeem. He, want je, met je ouders hebben geen aandacht, dus jij moet gewoon verder. Dus je parkeert eigenlijk dat trauma. Op het moment, dat, dan zul je altijd, als het dingen spannend voor jou worden of heel onveilig... Dan zal dat aangetrild gaan worden. En dan kun je vanuit die, zeg maar, zijnswijze reageren. Vanuit wat twee, drie kind. Maar dat maakt ook dat niet jouw hele potentieel. Je bent niet helemaal vrij. Dus als jij weer vrijer wordt en je energie door kan stromen. Dan heb je gewoon überhaupt meer energie in jezelf om aan je afweer te werken. Kijk, je, je, je hebt continu eigenlijk. Mensen hebben kank, Nee, je hebt continu kankercellen in je. Gewoon, gewoon cont, je hele lichaam wordt. wordt uh, uh, om de zoveel tijd volledig vervangen. Behalve bepaalde hersencellen. En bepaalde cellen in je nieren. Maar voor de rest, je huid, alles, alles wordt continu vervangen. Dus er zit een ander iemand eigenlijk. Die je nu ziet over van ja, zit, zit hier een ander als ik hier dan zou zitten. <laughs> en, maar je, je gaat uit van dat je dezelfde bent. Maar je, 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 je lichaam wordt continu vervangen. En continu ontstaat er kanker in jouw cellen. Er zijn continu foute celdelingen. En die vangt jouw immuunsysteem uh, weg. En dus de, de, foc de focus kan liggen op jouw immuunsysteem. Dat je immuunsysteem goed kan werken. Wanneer kan je immuunsysteem goed werken? Als het vrij kan functioneren. Dus uh, bijvoorbeeld als er in jouw overtuigingen zijn van dat jij uh, dus dat wordt beschreven in de epigenetica. Hè? Dus dat bij uh, Bruce Lipton, dat verhaal, dat het celmembraan stuurt eigenlijk uh, DNA ook aan. Hè? Dus welk DNA er tot ontplooiing komt. Maar als er overtuigingen zijn dat je toch niet voldoende bent, ook al geloof je bijvoorbeeld dat je, je moet het voelen eigenlijk in jezelf, hè? Dat, 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 je er helemaal, dat, dat je jezelf helemaal accepteert, dan word je het krachtigst. Maar als die overtuigingen blijven zijn, dan werkt ondermijnend op jouw systeem. Dus ben je vatbaarder voor infecties van buiten, maar ook voor aanvallen van binnen, vanuit je... Vanuit je eigen regeneratiepatroon. En, en cellen die ontaarden. die niet goed weggevangen worden. Ja. Dat is ook. Uh, wat uh, Gabo Maté dan beschrijft. Hè, in, oh. zijn, in zijn boek. Hij beschrijft het ook. vind ik heel goed onderbouwd. technisch en zo. Hè. Hij noemt wat minder de bezieling. maar komt er wel op neer. Hij heeft het eigenlijk over dat MS. meer voorkomt. bij mensen die. Uh, die, die pleasing gedrag vertonen. Hè. Dus, dus mensen met pleasing gedrag krijgen. eigenlijk wat. Tenminste, dat valt op van, van dat die mensen zijn vaak aardige mensen beschrijft. Ik vond dat dat klopt, dat, dat, dat ik herken dat, zou ik zeggen. Ja, ja, fascinerend hoe, hoe jouw overtuigingen uh, doorwerken in jouw hele gezondheidssysteem. En dus eigenlijk ja. met dat MS zegt hij dus dat, um, omdat dat mensen zijn die, die pleasen, dat ze eigenlijk dus niet hun authentieke zelf zijn. Hè? Dus die. Dat daar iedere keer als ze in een please-stand gaan, dan, dan scheiden dan, dan ze een beetje van hun authentieke zelf af. Ik weet dan niet precies waarom dat een MS uh, vervolgens, maar uiteindelijk manifesteert zich dat dus in dit geval in een ziektebeeld zoals MS. Nou, het zit hem in. Kijk, MS is auto hè? Mm. Dus, dus je valt je eigen. Uh, hetzelfde geldt voor reuma. Je valt eigenlijk je eigen cellen aan. Ja. Dus jouw immuunsysteem werkt niet voor je, maar tegen je. En, en wat doet iemand die please? Dus, dus uh, ik heb ook please-eigenschappen in me. Hè? Dus dan wil ik het ander naar de zin maken. En dan wil ik toch dat het, dat het, uh, ja, dat het, uh, dat het goed gaat of zo. En dan, terwijl ik zelf misschien iets heel anders wil. Dus ik ga voorbij aan wat ik zelf wil. Dus ik geef een tegengesteld signaal af na mijn systeem. Ja, dus dus, 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 dus ik, ik wil eigenlijk dat, maar ik doe dit. Dus ik ondermijn mezelf. Dat signaal keert zich in jouw systeem. Dus vandaar dat je dan vatbaarder bent. Volgens. Uh, uh, dat ik, ik, ik zelf heb dat gevoel ook. Ben je vatbaarder voor het ontstaan van MS, maar het kan ook zijn voor reuma. Kijk, bij, bij reuma is het dat. Die mensen hebben ingehouden levensenergie. Dus een bepaalde verzuring in hun systeem. Dus het derde chakra, daar is eigenlijk teruggehouden, als het ware. Dus, 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 dus je, je gewrichten, dus het is allemaal koud. Koud werkt door bij, bij reuma. Dus warmte helpt, warmere land helpt. Maar het, je eigen warmte, wat vanuit jouw derde chakra naar buiten kan komen, dus je autonomie als het ware. Als dat door kan stromen, dat, dat helpt. Dat helpt überhaupt bij, bij allerlei uh, aandoeningen. Daar gebeurt dat die energie teruggetrokken wordt. Heeft ook te maken met een, ja, een verzuring eigenlijk naar jezelf toe. Met, met niet de, die, die vertrouwen op je eigen uh, kracht in feite. Terughouden van die kracht. Is het ook, die mensen kunnen ook. Ja, wat zal ik zeggen? Het kan zijn dat je toch. maar... Het is allemaal generaliserend. Mm -hmm, mm -hmm. maar, maar dat je eigenlijk iets anders wil dan dat je. Dan dat je je pas je toch maar aan. Voor de Lieve Vrede pas je toch maar aan. En dat, maar eigenlijk wil je iets anders. Dus je geeft een ander signaal af aan, jou, aan jouw gewrichten. En, en dan krijg je dus dat je immuunsysteem erop gaat reageren. Kijk, wat, wat we. Dat, dat weet ik zeker. Dat heb ik ook gewoon veel te veel voor meegemaakt. in, in allerlei in mijn hele medische gebeuren. Dat waar wij in geloven. Dat werkt enorm door in hoe onze wereld is. Waar we in geloven, zo is onze wereld. Maar waar we in geloven, dus echt in geloven, hè? niet wat we ons wijs maken, maar waar we echt in geloven, werkt ook door op onze gezondheid. Ons lichaam gaat erop reageren. Mm -hmm. Ons lichaam gaat erop reageren. Dat is voor mij de kern van die epigenetica. En als jij verbinding kunt maken met, dus. Je hebt je, je trauma je hebt je opvoeding... je hebt je neurose van je ouders, die je allemaal internaliseert. Al die stemmetjes die van alles tegen je vertellen, die kritiek op je geven. Als je daar op richt op die stemmetjes, ga je er nooit uitkomen. He, van, van, als ik, 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 ik moet eh, dit doen, dat blijf je eigenlijk. En als je, je richt op dat licht in jezelf, als je daar verbinding mee kunt maken... Meditatie mij kunnen helpen, waar contact met de natuur mee, Maar ook gewoon ervaringen als, als dat je met je kinderen bent. Of, of, hè, dus die dus liefdeservaringen, die eigenlijk gewoon zijn, maar waar wij heel veel van af zijn. Die ervaringen die, die, die breng je weer terug bij. Die, die gaan eigenlijk voorbij aan die negativiteit, zou ik zeggen. Die, brengen, die resetten je als het ware. Die kunnen je weer die heling brengen. Die kun je ook uit die. Er zijn er ook nog wat technieken bij mogelijk om dingen los te laten en te helen. Maar die kun je ook uit die oude trauma's en uit die oude overtuigingen brengen. Dus bijvoorbeeld NLP, als, als je zegt van goh, ik, ik, ben, uh, ik ben tijger, ik ga vandaag de, de, dat je zo voor de spiegel staat. Dat werkt niet als je het niet ook echt in jezelf voelt. Nee, nee precies. Als ben je jezelf ook al voor de gek aan het houden. Ja. 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 Dat is gewoon dan toneelstellen. Kijk, als je het kunt voelen in jezelf, maar als je dan moet je natuurlijk wel iets hebben van een ervaring waarin je dat kunt voelen. Als je daar naartoe teruggaat, dat is het anker in feite. waar jouw systeem op, op reageert. En als je dan zegt bijvoorbeeld, vanuit dat gevoel, ik ben liefde. Of ik hou van mezelf. Vanuit dat gevoel, en je meent het ook echt, je kunt dat voelen. dat werkt wel. Ik zag. Uh... Volgens mij was het Joe de ook die dat zei toen hij nog ook mensen uh, aan het begeleiden was en dergelijke. Dat hij ook over zeg maar hè, waar, je, waar je zelf echt in gelooft. En als dat hij bijvoorbeeld als iemand in een kankertraject kwam en zei: uh, ik, ik ga chemotherapie doen en uh, want dit gaat me helpen. En dat hij ook zei: Van ja, als iemand zo'n overtuiging is dat dit gaat werken. Dan ga ik daarin mee, voed ik die overtuiging. Omdat op het moment dat je dat hè, daar dus echt zelf in gelooft, dat de kans dus veel groter is dat het ook daadwerkelijk gaat werken, in plaats van dat het tegen je werkt. Zo, zie je dat ook zo? Zeker. Kijk, uh, nee zeker, zeker, zeker. En, uh, kijk, het gaat ook, als je als arts bent, wil je eerst dat het veilig wordt. Dus je moet ook veiligheid creëren. Dat mensen, je, je probeert aan te sluiten bij wat mensen als veilig ervaren en zo'n veilig veld te creëren. Dat sowieso, dus dat voel je. Maar een placebo werkt eigenlijk op die manier. Hè? Dus dat men, als mensen geloven dat ze een medicijn krijgen wat werkt... dat is eigenlijk een placebo... dan zie je dus dat mensen krijgen geen medicijn krijgen... en mensen krijgen gewoon... Een glaasje water, wat ook eigenlijk niks zou doen, of, of, een, of een pil. En dan zit, maar dit gaat je beter. Met. Dus daar zit, wordt de naam aan gelabeld, dat is, maar het doet eigenlijk niks. Maar die, dan heb je significant meer mensen die beter worden dan die die niks krijgen. Dat is een placebo. Dus dat werkt op geloofsovertuigingskracht, de kracht van waar je in gelooft. Maar nocebo werkt ook. Dus de, de mensen krijgen een glaasje water. Maar ze, dit werkt niet goed, ik wil eigenlijk dat glaasje water hebben. Want, want, of, of dat medis, dit is geen goed medicijn. Die mensen gaan duidelijk zieker worden. Dat zie je ook als je, dat weet je eigenlijk als, als arts, als je iets voorschrijft. En mensen hebben geen vertrouwen in. Oh, moet je heel goed opletten, want het gaat vaak niet werken. Ja. Ja, als, als mensen, ook, ook als bijvoorbeeld vrouwen weerstand tegen de pil hebben of zo, dan krijgen ze altijd alle bijwerkingen. Dus als mensen vertrouwen in hebben, dan, dan gaat het, heb je veel grotere kans dat het gaat werken. En dat hebben ze dus onderzocht, uh, ook van uh, wat nou of het ook van belang is waar de dokter in gelooft. Of het van belang is wat de patiënt in gelooft, of dat van belang is wat de dokter in gelooft. Wow. En dan blijkt, dat onder andere ook met accu onderzocht. Dat waar de dokter in gelooft, dat het nog uh, ja, eigenlijk krachtiger is dan waar de patiënt in gelooft. Of waar de, 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 patiënt, de cliënt in gelooft. Dus waar de, want die, die straalt dat dan ook uit op de een of andere manier. Dat is mijn verklaring. Ja, dat ja, voel je ja, gewoon. Ja. Als, als jij er dus als arts of als therapeut in gelooft, van dit, dan, dan heb je een hele veel sterkere werking dan uh, als dat niet zo is. Ja. Zo, die is uh, tof. Dat onderzoek ken ik ja. helemaal niet. Maar sowieso, nocebo-placebo is natuurlijk een fascinerend ja. fenomeen... om ja. daarover na te denken. Ja. Want dat bewijst eigenlijk dus echt precies tot waar jij zelf... en je mind ook toe in staat is om vervolgens je lichaam aan het werk te zetten. Ik vind het fascinerend. Ja, ja. ja dat, absoluut. Absoluut. Uh, uh, kijk, dus wat ik zeg van als je dan... In je dag tijd neemt voor jezelf, voor, voor uh, verbinding te maken met de liefde in jezelf, met, jou, met jouw levensbron. Met, dat betaalt zich, gewoon, ja, daarvoor, het betaalt zich ook gewoon uit in jouw hele uh, geluk op die dag. Of in jouw welzijn op die dag, maar ook in je gezondheid op die dag. Op je slaap, het werkt op alles door. En uh, dat is trouwens ook iets. De slaap, ja, besteed heel weinig aandacht aan de slaap. Egyptenaren besteedden heel veel aandacht aan de slaap, heel veel aan dromen. Ze deden veel ook uh, met uh, droomduidingen. Dus, dus de Bijbel zie je veel dingen in Egypte. Dus Jozef de Droomduider, uh, ook uh, met die farao, met die zeven uh, vette koeien, zeven uh, uh, magere koeien. Allemaal dingen die in Egypte voorkwamen. Maar zij deden ook via. Uh, daar schrijft uh, Joan Grant over, in een boek uh, Gevleugde Farao, dat ze trainingen kregen om mensen te helen uh, via dromen. Dus, dus de, de, de heelmeesters die, die, die droomden, konden ze in die droom ook met shamanistische activiteiten, zou ik zeggen. Voor, kijk, iedere arts in Nederland ook, die als hij bedoelt van neem je rust, door rustig aan. Een van de belangrijke dingen is je slaap. Dat je een goede slaap hebt. Als je slaapt met burn-out, al die mensen hebben geen goede slaap. COVID, als je dat krijgt, kon vaak gewoon niet slapen. Daarom, he, daarom was het zo dat het zo virulent was, zag ik zich doorwerk. Maar op het moment dat jij weer goed gaat slapen, of met Lonko, die slaap blijven dat je weer goed gaat slapen, kun je helen. De slaap is gewoon enorm belangrijk. Er zijn allerlei factoren die de slaap beïnvloeden. He, van, 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 uh, dus voor de slaap. Naar een vlam kijken, hè? dat helpt je al. Even naar die vlam kijken, connectie maken met je eigen vlam. Voor het slapen douchen. Lang douchen, dat, 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 dat reinigt eigenlijk jouw aura, dat reinigt jouw energie. Net gewoon je aura zelf reinigt. Maar lang douchen, mijn kinderen, kinderen die, die, die pikken heel veel op. Mijn kinderen waren echt waardeloos slapers. Dus die zaten vaak lang onder de douche. Je hebt je drie uur voordat je de slaap onder de douche gezet. Nou, ze sliep echt een verschilde norm. Spelen onder die douche en zo. En veel beter ja, konden ze veel meer alles, alles loslaten. Mm. Maar in de slaap is ook heel veel winst uh, te halen. Uh, ook met, met chronische aandoeningen. Ja. ja. Dus het is inderdaad, ja, maar ja, het gaat natuurlijk bijna voor alles tegenwoordig, toch? Dat we. Je kan op zoveel vlakken kan je, kan je winst behalen als je dat eens dus onder de loep neemt. Ja, maar wij doen er eigenlijk. Het zijn eigenlijk hele simpele dingen. En die, die, jij noemde het terecht van oudere culturen, dus fetische cultuur, Ayurveda, maar ook de traditionele Chinese geneeskunde, die gebruiken heel veel van dit soort uh, uh, ja, technieken, geneeskunde. Methode die, die, die onze artsen te weinig benoemen, in feite. De voeding, wat jij het een goed voorbeeld vond. Maar niet uit wat je eet als je maar wat eet. Ja, dat is te grof. He, dat is te weinig uh, verfijnd. Hetzelfde geldt van, uh, met de slaap. Van, van als je mensen, heel veel mensen zijn er ook heel erg mee bezig. Hele, hele levens zijn al verwoest omdat mensen gewoon niet slapen. Op het moment dat ze beter slapen, krijg je ook veel meer ruimte. He, ook, ook weer voor contact met andere mensen. En, uh, als je niet goed slaapt, ben je bent ook helemaal niet in je lijf. Je zit daar continu... Ben je niet, geen, ja, niet in je lichaam aanwezig, dus moeilijk verbinden. Maar ja, dan wordt er tegenwoordig door een arts... even snel even een, uh, een slaappilletje voorgeschreven. Dan is het dan toch ook niet helemaal de oplossing? Nee. 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 klopt. Ja, soms wel. Dat is echt niet anders kan, zeg maar. Ja. Ja, ja tenminste, vind ik. Maar ik geloof niet dat in Nederland mensen zo snel... Uh, zo snel slaappillen voorschrijven. Maar ja, ik, ik vind soms dat... Uh, dat ja, is dat het minst slechte als je kijkt naar, uh, naar het hele systeem, zal ik zeggen? Ja. ja. Dat is ook nog zoiets van: Nederland is dan ook nog een vrij apart land, hoor, qua in de geneeskunde. Ja. Ja. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld thuisbevallingen. Nog vrij hoog hier. Ja, dat ja. is bijna nergens. Of visite rijden. Dat je, dat je huisarts, ik zat dus in een training in, in Amerika met, met wat artsen daar dan vertelde ik dat ik visite reed dat ik langs de mensen thuis ging die keken me echt aan <laughs> vroeg ik ook wat je er dan mee verdient en toestanden ja die het is gewoon uh, en wij zijn redelijk conservatief in het voorschrijven van medicijnen ja, de bijvoorbeeld de Fransen, uh, Italianen schrijven veel meer medicatie ja? voor ja, oh. ja wij zijn eigenlijk uh, als je experts hebt Experten die komen, die zijn gewoon half hysterisch dat ze geen antibiotica krijgen. Die vinden het nederlands zwart helemaal <laughs> heel erg raar. Want uh, ja, ze zijn gewoon gewend om, om uh, veel sneller antibiotica te krijgen. Wij wachten veel meer af. Grappig. Ja. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. Ja. Ze hebben toch een beetje wars nog ergens. Ja, in die zin wel. Ja. Merk jij dat? Want je bent natuurlijk een soort van. Een, als we dan toch even een mainstream en alternatieve termen spreken. Aan de ene kant natuurlijk. Je bent mainstream opgeleid, maar aan de andere kant pas je dingen heel erg alternatief toe. Laat, hè, even voor de gemak uh, gebruik ik even die twee termen. Maar je hebt dus ook mensen in jouw huisartspraktijk die helemaal niet bezig zijn met, met het, het spirituele pad, met zeg maar die benadering van de geneeswijze. Net als jij dat doet, toch of wel. Ja, zeker. Ja, ik heb, uh, ja in, in uh, onze praktijk nu zijn ook mensen van, uh, uh, en we hebben een groep daklozen bijvoorbeeld. Die. Uh, die, die uh, dat is, een, dat is weer een aparte locatie. Maar je hebt uh, heel veel gewone mensen. van. Uh, ook achterstandswijken, zal ik zeggen. Die. daar die, uh, die, nou ja, zijn er ook mee bezig. Maar mensen zijn er soms ook gewoon minder mee bezig. Die, die zijn gewoon met het overleven bezig, eigenlijk. Ja. Hoe, wordt daar dan, uh, hoe, zoek, hoe zoek je die balans. Met die, uh, met die mensen op? Nou, het gaat er niet om dat. Het gaat niet om mij, het gaat om, om die mensen. Dat vind ik eigenlijk met alles. Dus, dus ik, ik vraag gewoon aan de mensen, ja, wat is er aan de hand, waar komen ze voor? En dan uh, doe ik het onderzoek en dan uh, de conclusie en dan hebben uh, we het erover wat mogelijk is. En sommige mensen willen echt heel graag uh, een bepaald medicijn hebben. dan moet ik even afchecken van of, of ik daar mee kan gaan, zal ik zeggen soms uh, heb je veel langer gesprek. Dat is gewoon afgestemd op de situatie van wat, 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 ja, wat, wat, wat gevraagd wordt. Het is niet dat... Kijk, ik geloof niet zo in, in, in iets heel dogmatisch of zo. Je kijkt van wat wordt er gevraagd. En soms, uh, ja, je kunt het zeg maar bij twee verschillende mensen toch twee verschillende dingen doen. Dat kan. Ja. Zie je daar een... Uh, um... en, en heel vaak moet je ook niks doen. Maar ik, ik geloof dus zelf meer in, in eigen verantwoordelijkheid van mensen. Mm. Dat, dat überhaupt in het leven van. Uh, ja, dat, dat ze zelf te regeren hebben. Maar ook zelf een verantwoordelijkheid hebben voor, voor hun hele bestaan, als het ware. Alleen jij kunt dan wel wat dingen aanreiken. Je, je, je zit in die functie. Maar ik werk bijvoorbeeld ook op de huizenposten vaak genoeg. En, uh, nou, dan. Is het ook, dan zitten ze, zeg maar niet bij, dan zitten ze bij de bakker en niet bij de slagen. Dus iemand komt daar met, met een open uh, wond of zo, die echt ik dan dicht. En dan uh, is, dat, is, is dat het, snap je? Dan, uh, uh, dan ga je weer door met de volgende. Als iemand dan een hartinfarct heeft, ja, die, dan, dan stabiliseer je en dan verwijs je naar de cardioloog. Of als meteen gaat die door. Dus, dus dat zijn steeds afgestemd op de situatie. Mm. En uh, ik. Ik, ik, kan dat, ik kan die spoed ook. Uh, die ligt me wel. Dus, dus ja, wat ik met collega's werk, dat ga gewoon prima. Dus ik heb niet. Uh... En, en Überhaupt de meeste huisartsen, zijn al lang blij dat ze zelf overleven, zou ik zeggen in dit hele ja en in die hele gekkigheid waar we in zitten wat, wat steeds gekker wordt als het ware dus die, nee, ik heb weinig last van collega's Of, of last uh, zijn mensen die ik heb ook wel collega's die gewoon bij mij uh, want ik heb een uh, ik werk, ik werk uh, in een uh, in een, uh, centrum hè, en ik heb dan een eigen uh, spirituele praktijk of wel, zeg maar coachingspraktijk en dan Doe ik die boeken en lezingen, doe ik nog wat Dus het, Dat verschilt ook. Hè, van, uh, ik heb de hele tijd eigen praktijk gehad in Den Helder. maar daarna ben ik meer in centra gaan werken en uh, heb ik meer die complementaire kant ook uh, gekozen. Maar het zijn ook gewoon uh, dus, uh, huisartsen die bij mij uh, voor coaching komen. Of, uh, kijk, artsen zelf zitten ook in zo'n pakket. Artsen zelf hebben ook een hypotheek in huis, hebben ook uh, heel lang gedaan voordat ze daar zijn, hebben, hebben, vragen ze ook een heleboel dingen af. En uh, daar zit ook wel beweging in. Ja? Ja, daar zit wel beweging in, zeker. En, en, uh, uh, bijvoorbeeld met nascholingen. Als je nu nascholingen hebt, is altijd één onderwerp. Als je een dag hebt, hè, of je doet een weekend. Dus dan, dan heb je, uh, zeg maar... Uh, want je moet 250 punten in de vijf jaar halen. Je moet al, een heleboel criteria moeten doen. Je moet intervisie doen, dus met, met, met collega's. Je moet supervisie doen, je moet... Uh, nou, van alles nog wat doen, maar dus in die, die nascholingen uh, zit bijna, als je dan een dag hebt, bijna altijd één uur iets van, iets out of the box. Want doen ze mindfulness of ze doen uh, uh, visie op de dood of ze doen. Dus, dus dat zijn eigenlijk bredere dingen. Mensen vinden dat prettig, want ze zijn ermee bezig en dan is het voor hun ook veilig om zich daarmee bezig te houden. Dat was, want ik ben 25 jaar, denk ik, dat is de laatste. Tien jaar is dat meer gekomen. En de laatste vijf jaar loopt het steeds meer. En ook in de huisartsenkringen zitten toch wel mensen. Ja, hebben we het wel goed gedaan met die COVID? Hoe, hoe mm. is het dat wel, van zou ik het volgende keer nog zo doen? He, mensen vragen zich wel wat dingen af. Dat is wat anders dan dat je het meteen naar buiten brengt mm. en, en, en dingen post. Ja, ja, Daar zie je het, niks van natuurlijk. Of dat je het met elkaar deelt. Ja. Dat kan. Ja. En hoe veilig... Eh, dan, dan, of hoe, hoe sta je daar zelf in? Er zijn ook wat huisartsen overleden, bijvoorbeeld. Hoe, hoe, hoe is dat allemaal gegaan? Het is niet, zeg maar, een een, een, een een of andere secte die dat... Nee, mensen hebben ook... En er zijn best wel wat artsen die, die ook... Ja, doen en dat soort, die daarmee bezig zijn. Het is niet de meerderheid, maar er zijn zeker mensen die daarmee bezig zijn. Ja. En je hebt ja. het gevoel dat dat, ja. ook, dat dat meer aan het worden zijn? Ja, ja. Ja, niet dat ik kan niet hard maken, maar dat, ik kom dat meer tegen. Ja, tuurlijk. Ik kom dat meer tegen. Ja. Wel, ik ja. bedoel. En ik vind het ook echt wel nodig hoor. Hmm. Ik vind ook wel, ik vind het vak, um, het mag weer gewoon menselijker worden, ook voor de mensen zelf. Hè. Dat, uh, ja, ik vind ook wel lijden in, in het, Het is een soort van. van te weinig, te weinig dat vaak te weinig bijdraagt aan eigen uh, ontwikkeling. Dan, dan sta je stil. Kijk, ja. je, het, het blijft interessant als je jezelf kunt ontwikkelen en als, je, als er ruimte ook is voor jezelf. Als zelf in een keurslijf helemaal vastgezet wordt, ja, een gedeelte gaat dan dood ook daarin. Ja. Dus, dus in mijn oog is dat ook echt wel nodig. Nou ja, en als we het dan toch over balans hebben en disbalans en dergelijke, en hoe we weer dingen in balans krijgen, maar. Uh, ik, als, volgens mij kunnen we één ding over de tijd, ik hoorde het jij ja volgens mij net in het gesprek ook al even zeggen, maar als we één ding over deze tijd kunnen zeggen, is het wel dat het nogal uit balans is. Zeg maar, de gekke wereld waar we in leven en hoe steeds gekker het wordt. En dus aan de ene kant zie je dus steeds meer gekke dingen en gaan we steeds meer, zullen we steeds meer uit balans komen. Maar de positieve kant ervan, zo zie ik dat dan, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is dan toch, en dat zie je dus misschien ook in, dat er dus steeds meer artsen zijn die en is gaan zitten... en ook die kant van het uh, spectrum gaan, gaan onderzoeken... is dat de disbalans zo duidelijk aan het worden is... dat er gewoon weer een hunkering is naar balans. En dat we dus echt aan het op... dat we nu in de fase gaan verkeren... dat steeds meer mensen doorhebben... dat we in disbalans leven. Ja. Ja, er schijnt een bepaald aantal te zijn. Hè? Dan, en dan, dan krijg je een uh, omslag. Um, ja, dat... Laten we hopen dat die kant op gaat. Het is ook echt wel een verharding, vind ik. ik vind, en dat vind ik dat je in het werk ook merkt. Dat mensen. ja, toch onverschillig zijn. naar elkaar toe. Dat er. ja, ook wel. Ik vind ook, toch ook meer armoede. Komt dat meer? Gewoon ook gewoon financiële armoede. Meer angst, meer, meer depressie, al, al dat soort dingen is er meer. Aan de andere kant is er zeker ook een. een, een uh, kijk, heel veel uh, oude kennis. Uh, kijk, Nederland heeft eigenlijk alles ook. In Nederland is het best wel een veilig land, maar het is heel veel spiritualiteit. Je, je hoeft niet naar India, je hoeft eigenlijk ook niet naar Egypte. Je kunt alles bijna je, je, je vinden. Allerlei training. Nederland is een soort, soort smelt of meldpot van 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 uh, waar heel veel te doen is. He, zo ervaar ik dat. het gekke is dat Nederland is, is een is relatief veilig land zou je zeggen met heel veel hele bangen mensen. He, Nederland heel veel mensen zijn zijn eigenlijk terwijl die angst waar bijvoorbeeld in India mensen zijn veel beter geaard dan wij. terwijl ze veel meer reden zouden hebben om bang te zijn dan wij zeg maar. ja ja precies. ja het zijn veel veel meer aanwezig veel meer ook duidelijk weet je wij weten hoe zit het eigenlijk en alleen, met die mensen kun je nauwelijks met tijd uh, werken. Hè? Van, uh, als je zegt drie uur, ze komen om vijf. is nou ik ben er toch. Dat, uh, he, dat, <laughs> dus die hebben wel weer andere problemen. Maar uh, ja, wij hebben toch een karmisch land... waarin veel uh, mensen dingen uit te werken hebben... qua uh, oude trauma's, oude, uh, ook op spiritueel gebied. Want uh, ja, ook op spiritueel gebied... Zit, uh, hoe, hoe spiritueel je gaat, hoe nauwer het luistert, eigenlijk. Hè? Ook qua ego-stuk. Het ego is slim. En soms uh, ja, kun je hebben dat je ernaast zit in een bepaald leven. Oh kom je naar Nederland, wat dan kun je weer dingen uitvechten. Dan kom je naar Nederland. Dus als je een hoop uit te vechten uit te leren hebt, dan weet je dat je Nederland op de goede plek zit. Ja, volgens mij wel. Er is heel veel. Uh... Ja, er is heel veel. Het is heel interessant. En, ja, en veel mensen met uh, toch vraagstukken en angsten, oude angsten. Ja. Nou ja, en het feit ja. dat je, je... Hoeveelste boek is dit inmiddels? Je... Ja, een acht of zo. Ja, precies. Nou, het feit dat dat, zeg maar... Dat dat mogelijk is dat je boeken schrijft over dit soort thema's. En dat er dus steeds meer mensen uh, op zoek zijn naar dit soort thema's. Weet je, dat wij hier gesprekken over kunnen voeren. En dat wij het in de gesprekken over de piramides kunnen hebben, over de Anunnaki, maar ook over allemaal uh, wijze, zienswijze van gezondheid en zo. Ja. En dat heel veel mensen naar luisteren. Dat vind ik wel een van de magische dingen van, van deze tijd. Vind ik ook. Maar wat ik wel merk, is dat eigenlijk bijna iedereen iedereen heeft behoefte aan zingeving. Hmm. Kijk. kijk dus ik kijk een bepaalde groep naar, uh, naar jouw programma. En er zijn mensen die daar het veel mee bezig zijn. Maar ook mensen die, die dat, eigenlijk iedereen is, is bezig met zingen. En men, hebben mensen ook veel behoefte aan. Dat merk je ook in, in de spreken. Mensen hebben gewoon behoefte aan, aan eigenlijk die bezieling en zo. Dus ik heb, ik heb dit boek, uh, dus de voorkant heb ik, ik heb eigenlijk zo rustig mogelijk gehouden. Ja, om, 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 om gewoon uh, tot de essentie te komen, ja. zal ik zeggen. En ik, wat, wat bijvoorbeeld wat ook is, dat, um, dus dat zijn mensen, als je mensen vraagt van ben je spiritueel? Nou ja, dan ik, nee, ik nee, ben niet spiritueel. Dat vinden ze überhaupt, ik, ik vind het ook een rare term, het klinkt een beetje... Maar er zijn heel veel mensen die ervaring hebben met uh, overledenen. Dus als dieren waren overleden zijn, dat ze daar postume contacten mee hebben... Dat komt echt veel vaker voor dan, dan zo. Alleen mensen praten daar niet over. Maar die praten er wel met je over als arts. Want dan komen ze bij jou van. Uh, die zijn bijvoorbeeld 40, 50 jaar bij elkaar geweest. En die, die zit dan s'avonds nog naast hun op de bank. En die hebben de hele gesprekken mee. Dus die, de, is het dan. Uh, je ja, beeld zit zich in of is het, of is het, is het reëel? Eigenlijk doet het er niet zo toe. Er is nog steeds een hele band tussen, tussen die mensen, die, die ze ervaren en, en, en die ze uh, dus ook dromen en dat soort dingen. Helpt mensen om uh, afscheid te nemen, maar ook om zich te realiseren wat voor hun belangrijk is. Dat, dat, en we gaan allemaal dood. We hebben allemaal uh, uh, dat we geboren zijn of dat we kinderen krijgen. Dat, dus we lopen allemaal ditzelfde traject. En dat vind ik wel, dat, dat merk ik. Dat is wat leuke van, van, van dat vak. Omdat je, en ook als je er een paar keer van plek verandert, dat, dat je heel veel verschillende mensen tegenkomt, maar ook wel de universele dingen die ja. mensen tegenkomt. Dus in die zin, ja, dat was ook wat ik bedoelde eigenlijk. Um, van ja, er wordt ons geleerd: van mensen zijn egoïstisch, mensen hebben die harde kant. Ja, daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Van, nee. Want. want de, Machtig, dat kan, hè? Dat, dat, dat is gewoon, gewoon deze tijd. Wat, mm. wat wij als normaal uh, uh, zouden zien. Net als het tempo, absurde tempo waarin zit. Nee, nee, nee. Als, als ik eerlijk ben, als ik kijk, denk ik: nee, mensen zijn eigenlijk, mensen hunkeren naar liefde, mensen hunkeren naar verbinding. Gaan uit, mensen zijn gewoon met elkaar in verbinding. Want we zijn gewoon groeps, groepsdieren in feite. We zijn gewoon, ja. En dat gaat veel verder dan we door hebben. Ja. ja. Nou, en ik voor mij betreft raak je ook wel de essentie ermee hoor, met, met, met bezield leven. Omdat uh, ja, dat is ook gewoon wat ik om me heen zie gebeuren. En het en, weet je, hetzelfde als wat we net zeggen: over je kunt moeilijk alleen de farmaceutische industrie of alleen de politiek de schuld geven. Het is een product uit hoe wij, hoe dit systeem op dit moment gewoon in elkaar steekt ergens. Maar, en dat is eigenlijk wat ik net zei, het, het mooie daarvan is, is dat gewoon mensen gewoon steeds meer beginnen te voelen. En dan hoef je niet voor spiritueel te zijn, want ik heb het ook met een hele hoop vrienden van mij die helemaal niks met spiritualiteit hebben. Maar die gewoon echt voelen van, het klopt niet hoe ik leef. Het, het, weet je wel, mijn relatie is niet lekker, mijn, uh, mijn baan is eigenlijk kut. En dit, dit, dit zou het niet alleen moeten zijn. Ja. En, en ik zie echt hen, echt veel van hen, echt uh, beginnen. En dat vind ik echt van de laatste jaren, echt met een zoektocht naar hey, wat dan wel eigenlijk. En, um, en volgens mij is dat precies wat je zegt. Is het gewoon het systeem wat ons zo ontzield uh, laat leven op dit moment, dat je eigenlijk niet anders kan dan weer op zoek gaan naar die bezieling. Ja, ja. ja ben je helemaal met je eens. Als je dat eigenlijk dan, als je dat, aan jezelf, als je dat kunt gunnen aan jezelf, dan, uh, dan ben je een end. Als je, als je zelf kunt gunnen, dat je dat je mag verkennen in jezelf, dat je uh, ja open kunt staan voor wat er nog meer is, hè? Van, van, wordt ons geleerd, dit is het. Er is nog heel veel meer. Als je daarvoor open kunt staan, als je dat jezelf kunt gunnen. dus jezelf, Je kunt gunnen dat je dat jezelf lief hebt, bijvoorbeeld. Ja, dan gaat een heel andere wereld uh, beginnen. Ja. Mooi ding, ja. Richard. Ja. Ik denk dat Nederland heel blij mag zijn uh, dat de huisartsen als jij rondlopen. Dus, uh, <laughs> nee, daarmee meen ik serieus. Als je kijkt uh, wat. Uh, uh, nou, ik denk dat is gewoon heel waardevol. Ook, je, weet je, juist dat je plek inneemt in, uh, in dat geheel. Ik denk dat het heel waardevol is. Een waardevol boek. We gaan delen waar je, je boek kunt aanschaffen. Dankjewel voor het harde werk. En, ja, uh, dankjewel ik mocht komen. Ja, en dat ha? je bereid bent geweest om dankjewel. vandaag te komen. Ik vond het een heel interessant gesprek. We hebben echt zoveel thema's aangeraakt. Leuk. En uh, ik, uh, ik ben Leuk. er blij, uh, blij mee, man. Heel waardevol. Ik ook. Dankjewel. Thanks. Thanks. Dankjewel. Lieve vrienden, wij gaan nog even door. De oplettende kijker werkt en weet inmiddels dat wij een nieuw segment hebben. En uh, dat, dat nieuwe segment gaan wij zo meteen opnemen. Uncensored heet het, waar ik met Richard nog even de diepte in ga... Over een aantal thema's. Dit segment is enkel te zien op het videoplatform, streamingsplatform van That's the Spirit. Dus als je daar al aan het kijken bent, kun je hem zo meteen aanklikken en uh, dan kun je verder kijken. Zo niet volgt hier zo meteen een trailer, waardoor je 100% zeker weet dat je alsnog het wil gaan kijken en dat ik je zo meteen zie op That's the Spirit. Super tof. En uh, natuurlijk, lieve vrienden, doen we natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. We hebben bijna 100.000 abonnees op YouTube, wat echt een mega prestatie is. Jullie doen ons een plezier door even op abonneer... Neer te klikken, zodat we die 100.000 gaan halen. En gewoon, uh, ja, tot de allergrootste uh, podcast van Nederland gaan horen. Vinden jullie ook niet? Op Spotify, Apple en alle pla andere platforms kun je ook een review achterlaten. Daarmee helpen jullie ons en het algoritme natuurlijk ook enorm. En op www.droemenschop.com kun je ook een financiële, bijdrage, uh, ja, een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team en de studio en alles eromheen natuurlijk ook enorm. Voor nu bedankt voor het kijken en ik zie jullie natuurlijk uh, heel graag de volgende keer weer. Of zometeen bij het extra segment. Ciao. Een vriend van mij die is een suicide geweest. Dat spiritueel daar, uh, uh, ja, daar is hij in terechtgekomen, niet meer uitgekomen. Als je zo'n zo verlichtingsmoment hebt of ervaring hebt, dan kun je hartstikke hoog gaan. Maar je komt ook weer terug. Dan kun Je het heel erg missen, zal ik zeggen. Dat heel erg na verlangen of, of een, een heel erg in, in je eigen waardeloosheid komen te zitten. Of in afkeur van je persoonlijkheid of afkeur van je ego, dat soort stukken. Spiritualiteit, meditatie kan ook een soort druk zijn eigenlijk. Ook een vlucht zijn, als het ware. En daar, daar moet je mee uitkijken. Het gevaar daarvan is dat je je ik kunt gaan veroordelen. Heb je je ik juist nodig, je hebt je ego juist nodig. Je ego is je beste amigo. Dat is op een bepaalde manier is dat, ook, is dat ook zo. Je leeft in de dualiteit. Je zit, niet in de, je zit en in de eenheid en in de dualiteit. Dus het is hier gewoon te doen. In deze, dus ook problemen blijf je tegenkomen. Dat is de bedoeling dat je die tegenkomt. Gaat er eigenlijk dat boek over, de, de gevaren ook van, uh, van spiritualiteit en van die daarin kunnen verliezen? Nee, ik, ik, ik geloof zelf meer in, in aardse praktische spiritualiteit.